bobby's alles, hè? Het waren niet mijn bobby's. Waren niet jouw bobby's? Dat is nou jammer. Dat, nee, maar dan, dan is echt de vraag, wat doe je hier? Nee, maar ja, sorry, man. Gilly's Love Line zit heel simpel in elkaar, hè? Liefde heeft de hoofdrol. En alle gasten die aan tafel zitten, hebben een belangrijke bijrol. Maar, no script, because we keep it real. No do-overs, want het is wat het is. Wat ik altijd tussen de lakens zeg is, lights, camera, satisfaction. Zo is, oh, je loopt ze. Je ziet dat ik film jou gewoon gebruik. Waarom? Vandaag heb ik een actrice die bij mij is komen chillen. En een goede actrice ook. Dank je. Vind ik wel. Emanuela. Leuk dat je er bent, man. Dankjewel. En echt leuk dat je er bent. Ik zei het aan de telefoon, misschien denk je, he's just talking. Weet je dat jij op mijn lijst stond toen ik dit aan het ontwikkelen was? Oh, dope. Ja. Dope. Want ik kijk naar het type personen die ik hier wil hebben. En dan baseer ik het op vibe. Mm-hmm. En op karakter eigenlijk. En denk ik, ja, haar wil ik hebben. En waarom, maar oké, waarom kom ik dan op je lijst? Wat was de vibe die je dacht te voelen te zien? Nou, kijk. Ik moet gelijk denken aan Pocky. Oh, ja. Yeah. Ja, toen ik Pocky zag... Dacht ik, trouwens, Pocky was de eerste. Pocky is een reclame, by the way, waar ze had meegedaan. 2009. Pocky kwijt. Pocky kwijt, zoeken, juist. Van, yes. Maar je zag onze mensen niet zo. En ook nog Surinaamse woordjes in verwerk. En ook heel leuk acteerwerk. Yeah. Gewoon herkenbaar en geloofwaardig. Ik ben mijn Pocky kwijt, Dus daar was ik al een beetje verliefd, hè? Oh, dank je. Dus het is gebaseerd op daar, je persoonlijkheid. Al is het werk. Yeah. Maar daar moet je eigen karakter in. Ja, toch? Want is dat zo? Is dat... Wacht even. Van al je rollen en reclames... Ja. Komt dat misschien het dichtstbij? Hoe je was toen de tijd? Dat is een hele mooie vraag meteen. Ik hou ervan. Nee, ik denk het niet. Maar ik probeer gelijk te scannen van... Oké, welke rol is dan wel dichtstbij me? Ja. Wat ik heb een hele brede persoonlijkheid. Dat is ook waarom ik actrice ben geworden. Omdat dan kan ik overal mijn ei kwijt. Ik ben een extraverte introvert... Ik ook. Ja, dus ik ben super druk. En ik kan helemaal echt gewoon ratelen. En dan ben ik thuis en dan ga ik in die stilte. En dan moet niemand tegen me praten. En dan moet ik echt helemaal weer herstellen. Omdat ik dan zoveel prikkels heb gehad. Dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom ik geen tv kijk. Of weinig tv kijk. Omdat ik dan zo al die prikkels in me opneem dat ik... Ik keek laatst een serie en toen was ik in de winkel. Toen dacht ik, hoe gaat het met William? Dacht ik, van die serie, maar wat doe je, man? Je leeft echt ermee. Ja, maar dat hilarisch. zit zo in mijn systeem. Ja. Dus wat zo tof is aan het acteren... is dat ik in elk van die rollen... kan ik een deel van mezelf kwijt. En ik zeg soms... en dat klinkt een beetje arrogant misschien... maar ik zeg soms, I'm every woman. En misschien heeft het ook te maken met dat ik elke week van haar wissel. Maar ik ben die stille vrouw. Ja. Ik ben die moeder. Ik ben die prinses. Ik ben de hoer. Ik ben het allemaal. Dus je gaat me geen antwoord geven over welke rol het best dichtst bij je komt. Of allemaal een beetje dus. Nee, maar dit is echt mijn oprechte antwoord. Okay. Het is echt allemaal een beetje. Ik vind elk personage... Yeah. Als je me zou vragen welke rol vond je het moeilijkst om te spelen... en welke stond het vers van je af, dan heb ik wel gelijk antwoord. Dat was die rol van celblokkade. Ja, die dame van celblokkade, de gevangenis. En dat klinkt heel ironisch, I know. Maar die rol die... Dan moeten we misschien zo meteen uitleggen waarom, maar hoeft niet meteen. Maar dat kan zo. Maar bij celblok H, bij celblok H, trouwens, ik heb je hier zitten. Mm. Dus dan ga ik gelijk zeggen hoe ik over je denk. Yeah. Bij celblok H dacht ik dus, daarom zei ik net, en een goede actrice. Daar dacht ik van, oh, maar wacht even, ze is een echte actrice. Want ik vond dat je daar echt dope deed. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Het liet me denken aan Vrouwenvleugel. Kan je horen hoe oud ik ben. Maar ik keek ernaar, want het was best wel op niveau. Nee, niet voor Nederlandse doen. Nee, het was gewoon op niveau. Luister, het was gewoon op niveau. Dit is hoe wij ook erover spraken. Want we zijn ons ervan bewust. Er is een heel groot publiek dat niet naar Nederlandse series kijkt. Ja. Omdat het gewoon niet... Je voelt voordat je niet. De kans hebt gegeven, heb je al beoordeeld van kwaliteit zal niet. Nee, maar behalve kwaliteit. Maar kijk bijvoorbeeld wat je ziet bij heel veel Nederlandse acteurs. Mm-hmm. En ik moet er zelf ook op letten. Want waar je mee omgaat, word je besmet. Ja. Maar zeg maar, in het echt, niemand praat. Niemand praat zo. En ik vind het gewoon echt heel erg. Wie praat zo? Dus je kijkt ernaar.
En je denkt eigenlijk al, hey, laat maar, man. Je ja, hebt true, geen true. Zin om te kijken, want je, het resoneert klopt. Niet bij je. Helemaal niet. En dat hoor ik van heel veel mensen. Er komen ja. vaak mensen ook naar me toe van, hey, waarom maken ze niet dit soort serie of dat soort? Of ja. hey, wanneer ga je weer zo'n soort serie maken? Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld alleen maar net de mensen die ik heb gedaan na Pocky Footsie. Ja. Daar dus, waren natuurlijk twee groepen. De ene helft had zoiets van, hey, het is heel discriminerend. En de andere helft zoiets van, jammer, eindelijk onze humor. Beetje gewoon gek, weet je wel. En maar ik... nog steeds tot de dag van vandaag komen ja. mensen naar me toe. Wekelijks, minimaal maandelijks. Van, ja. hey, wanneer komt weer zo'n film? Want dat soort humor zie je niet zoveel. Dus het is anders. En ook een onderdeel van de reden dat ik jou hier wilde hebben toen in het begin, toen ik bezig was met dit ontwikkelen. Ja, ja. Ik hoorde bij groep 1, hè? En dat is... Sorry, ik weet even niet meer welke volgende ik noemde. Net de mensen die zeiden, hey, yo, wat is dit? Wat voor vertegenwoordiging is dit? Waarom doet ze daaraan mee? Ja. Is een tijd terug. Wanneer is het? 2010 of zo? 2011, 12, whatever. 11 opgenomen. 13 of 12 kwam het uit. 2012 is het uitgezonden. Dus ik was een beetje boos. En, als mensen weten hoe het in elkaar zit. Ik was dus ook boos om het idee van... dat Witmans deze film hebben gemaakt. Ja. Begrijp je? Ja, snap ik. Later dacht ik van... Omdat ik altijd ben geïnteresseerd in films en dacht ik van, maar wacht even. Jij hebt het al moeilijk als struggling artiesten, actrice. Mm-hmm. Jij wil gewoon een filmrol hebben. Mm-hmm. Als donkere vrouw zullen er al niet veel filmrollen zijn. En dit was nog aan het begin. Mm-hmm. Dus dat is ook iets waarmee jij te maken krijgt. Is judgment van mensen als mij. Ook ja. nog van, hey, je mag die rol niet spelen, want... Nee, maar ik... Oké, in mijn persoonlijkheid ben ik iemand... Mensen die echt dicht bij me staan, die zouden zeggen van, jij moet echt de politiek in. Omdat ik iemand ben, mm-hmm. ik probeer altijd beide kanten van het verhaal probeer ik te snappen en te belichten. In te belichten en ook in te leven. Mm-hmm. En ik heb voor mij, in de fase waar ik op dat moment in zat, heb ik voor mijzelf de wel overwogen keuze gemaakt, de bewuste ja. keuze gemaakt van, ik ga het wel doen. Ik was me er absoluut van bewust. Ik ben een zwarte vrouw. Oh, je was er toen wel van bewust? Ik was er van bewust dat het een... Je was niet verloren in, hey, ik wil acteren. Nee. Ik doe het. Leuk. Ik heb meerdere dingen heb ik voor mezelf op een rij gezet. Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld gedacht, oké, die film gaat sowieso gemaakt worden. Mm-hmm. En wat ze gingen doen bijvoorbeeld, ze gingen naar Kabula feesten. En in de Bijlmer gingen ze echte. Gingen ze zeggen, ja, kom auditie doen. Ja. En, die in het plafond hangen? Die. Die in een split. Ik ben voor onderzoek ben ik naar Kabula feesten gegaan. Ja. En zag ik vrouwen gewoon toch echt. Ik moet ook even zo zeggen. Want ik moet even distantie ervan nemen. Maar mijn god. Ja. In de split zonder slipjes. Grita grom. Juist. Gewoon schuren op de grond. Ik heerlijk. Dacht, ja. Zijn dit Kabula feesten? En jij zegt, ik ga dit doen. Nee, maar ik voor mij... laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ik ben... heel korte samenvatting. Ik heb het wel vaak verteld in een interview, maar dat is al een beetje meer verklaren wat voor mindset ik heb. Ja. Tot mijn 12e ja. zag ik mezelf in Nederland. Ik ben in Nederland geboren en getogen, Rotterdam. Ik zag mezelf gewoon altijd als, ja, ik ben gewoon een zwart meisje en ik ben een zwart meisje in Nederland. Mm-hmm. En ik ben Mina Sranamang. Mm-hmm. En toen ging ik naar Suriname. En in Suriname heb ik daar 2 jaar gewoond. En mm-hmm. in Suriname was ik dat niet. Ja. Kijk, dat ze in Nederland tegen mij zeiden van, hé, je hoort er niet bij. Het was... Ja, ik dacht, ja, ik snap het. Ik zie er anders uit. Maar dat ik daar er niet bij hoorde. Dat je in Suriname dat gevoel kreeg. Dat gevoel gaven. Nou ja, dat ze gewoon bepaalde dingen... Kijk, of zeiden ook zelf. Zo vrijpostig om het te zeggen. Mensen zeiden... Familie? Familie... Nee, familie nog niet eens zo heel erg. Meer op mijn school en zo. En ook gewoon buiten in de omgeving. Maar weet je, dingen als... Hé, luister dan. Je bent zwart, hè? Gedraag je naar je kleuren. Kom niet zo bij de hand die doen. Slim, je bent niet slim. Mm. Luister, in Nederland zal iemand tegen je zeggen... Zo, praat je goed Nederlands, zeg? Ja. Wat op hetzelfde neerkomt. Ja. Maar die persoon zal never tegen jou zeggen... Ja. Praat rustig, praat dommer, want je bent zwart. Hé, is zo'n real shit wat je zegt, man. Hé, en het ding was, mijn overlevingsstrategie... was dat ik dacht van, hé, weet je... Mm-hmm. Ik ben gewoon een human being. Ja. En op moment... Hoe oud was je toen? Ik was jong, man. Ik was 12 of 13. Oeh, ja, zo kwetsbaar ook heel nog. Kwetsbaar. Ja, maar het heeft mij gevormd. En het heeft wel ook de fundament gelegd... dat ik nu zo succesvol ben geworden. Ja. En ook een soort get back up heb. Mm-hmm. Ja, dat is absoluut in die periode gevormd. Ja. Maar wat ik ook had... Ik had ook zoiets van... Ja, maar wacht even. Het mij vereenzelvigen... uitsluitend met mijn kleur... met mijn seksen, met mijn... met alles wat andere mensen vinden dat ik moet zijn. Ja. No man.
als ik iets wil bereiken of als ik iets wil doen, ik ga me niet laten beperken door andere mensen hun mening van mij. Juist. Dus soms, om het even, ik zeg het even in het Engels, want ik weet niet eens hoe je het in Nederland moet zeggen, maar sometimes I take color out of the equation. Ja. Sometimes I take sexe out of the, weet je nog, gender out of the equation. Juist, juist. Als je soms zegt van ja, maar ik ben een vrouw, ja, maar ik ben zwart, ja, maar ik ben Surinaams, is dat soms ook een beperking. En tot die periode, ik was dan toen ik die rol ging doen, was ik volgens mij 24 of 25. En ik was me ervan bewust van, oké, het kan heel heftig worden. En het kan zijn dat mensen zich heel, dat mensen het heel fokt op gaan zien. En ik probeerde ook te kijken in de lijn van de filmindustrie in Nederland. Dat ik dacht, maar er is letterlijk sinds One People niet een film geweest met zoveel donkere mensen in rollen. En ik dacht van, ik weet dat ik van binnenuit kan meewerken om de film beter te maken en bepaalde dingen. Ik ga niet noemen wat, maar geloof me. Wij donkere acteurs hebben achter de schermen hebben zoveel shit uit het script laten halen. Het was nog erger. Luister, en geloof me. Ik ga het niet eens noemen. Nee, doe ook alsjeblieft niet. Nee, maar het was, waren ik dingen, ben gevoelig daarvoor. Kijk. Schat, geloof me. Het ding is. Kijk. We zeker wij mensen die in een grote steden leven. Wij in Den Haag. Naar Rijswijk. We zitten nu in de studio. Rotterdam, Utrecht. Nee, maar de mensen in grote steden. Ja. Vooral de, laten we zeggen, laten we het woord even toch zo gebruiken. De buitenlandse gemeenschap. Ja. Wij hebben het idee dat heel Nederland dat is. Maar het is niet zo. Mm-hmm. Nederland is over, het grootste gedeelte van Nederland is gewoon wit. Mm-hmm. Ja, ik heb letterlijk nog 10 jaar geleden meegemaakt dat ik even buiten de stad was. Yeah. En dat de meisjes toen naar me staarden en mijn huid ging aanraken. Dat ze echt oprecht voor het eerst een donker persoon zag in haar leven. Ik schrik daar niet van. You know what I mean? Yeah. Soms gaan mensen, weet je, komen blakke mannen aan me toe van ja, maar kijk hoe ze in Amerika zeg ik, luister, hou je mond. Wie is hier in Nederland? Wie is de Tyler Perry hier in Nederland? Wie is de Spike Lee hier in Nederland? Mm-hmm. Dus binnen het systeem waar je in opereert. Ik heb dus toen de afweging gemaakt van ja, maar die Spike Lee is er nog niet. Maar die is er nog niet. En ik wil dit doen, want binnen onze Nederlandse ontwikkeling is dit voor het eerst dat dit wordt gedaan. En wil ik eraan meewerken en kijken wat ik van binnenuit kan doen. Mm-hmm. En in mijn lijn van mijn leven wil ik uiteindelijk zelf gaan produceren. Ja. Weet je, en zelf dingen gaan doen. Maar toen zo die backlash kwam en ik merkte dat zoveel mensen zich zo gekwetst voelden. Ik wist wel dat er iets kon komen van backlash, maar ik had niet verwacht dat ik doodsbedreigd werd. Hey, maar ik ga eerlijk met je zijn, hè? Hey. Want je zegt, die tekst wat je zegt is mooi en klopt ook. En ik zeg, wauw, is echt goed om je zo te horen praten. Mm. Maar ik vind dat nog steeds niet passen bij wat uiteindelijk net de mens is geworden. Begrijp je? Ja, en tot een bepaalde hoogte konden wij daar ook geen invloed op hebben. Okay. Als je het boek leest, dan is het veel meer gebalanceerd met het belachelijk maken van culturen. Ja. Dus bijvoorbeeld de Joodse cultuur, maar ook de Nederlandse cultuur wordt in het boek, zie je veel meer, zie je bijvoorbeeld ook die jongens die dan terloops gewoon, dus hoe wij zo hier zitten, dan ineens zeg je van, hey, ja, even een chablis. En gaan we zomaar overdag soppie. Zomaar ineens een pilletje poppen. Gewoon random overdag. Ja. En terwijl ze in dezelfde zin zeggen ze, ja, die paupers die de hele tijd lopen te wiet lopen te die paupers uit de bel met die wiet, snap je? Uh-huh. En dan laten ze veel meer die hypocrisie zien van, hey, luister, iedereen doet gewoon zijn ding. Ja, en in de film is dat niet zo. Is dat niet zo uitgekomen? Dat ja, ik heb de film daarna natuurlijk zelf ook gezien. En ja. Je begon net over Suriname. Mm-hmm. Weet je hoe Surinamers dol zijn op alleen nette mensen? En ik heb een hekel aan die film. Hè, dus om het stereotype. Nou, wat doe maar ik hier? Maar luister. Ik moet wel erbij zeggen. Ja. Jouw acteerwerk was amazing daarin. Ik kan dat wel los naar kijken. Ik kan dat los zien, want het was dope. Want af en toe moest ik lachen, maar moest ik weer terug naar mijn boosheid. Ik ben boos, ik moet niet lachen. Ik vind het niet. Ik sta er eigenlijk niet achter, maar nee, maar dat is goed. Want ik keek hem verplicht in de vliegtuig. En toen dacht ik, want ik weiger hem te checken. Omdat ik hoorde al. Maar heb je hem helemaal gezien? Ik heb hem helemaal gezien. En je acteerwerk is amazing. Maar het idee van, kijk, als het nou volledig door ons werd gemaakt, kan ik nog zeggen van, maar ik, omdat ik ga er dan vanuit dat zij geen gevoel hebben van wat gevoelig is voor ons. Nou ja, en ik neem jullie ineens kwalijk, want je doet je job. Kijk, ik snap daarin. Zou je vandaag een nette mensen maken? Nee, maar er is in die 10 jaar, en ik geloof heel erg in de golf van het leven. Mm-hmm. En in dingen lopen zoals ze moeten lopen. En in voor alles kun je wat leren. Ja.
Soms gaan dingen goed schiks komen verandering en soms kwaad schiks. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen heel boos geworden aan de hand van die film. Ja. Maar die mensen zijn wel uiteindelijk veel meer getriggerd om te vechten tegen onrecht. Ja. En die hebben heel veel dingen vanuit die boosheid bereikt. Ja. Ja, is misschien niet op een manier gaan van... gezellig en een leuke film. Ja. Maar goed schiks of kwaad schiks... in de emancipatie van het zwarte mens... heeft het iets gedaan. Ja. Nee. You know? Luister, uiteindelijk, want jij zegt... wat doe ik dan hier? Nou, dat zal ik je vertellen. Ja, want ik vind je gewoon leuk. Dus gebaseerd op Pocky en alles wat erbij komt. Dat is niet eens boos op jou, was boos op die film. Want ik weet, jullie maken die film niet. Dat zei ik, je bent dan je hebt struggelende... Acteurs en actrices. Mm. Het is al moeilijk... om find a way. En bij jou komt ook nog bij dat wij je gaan aanvallen. Dat hebben anderen niet. Ja. Dus dat herken ik ook. Zeg ik, nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Want we need to support you. Ja, begrijp je? Weet je wat het ding is? Ik probeer elke dag aan mezelf te werken. Van oké, de balans te vinden in wie ik ben. Waar ik vandaan kom en wie ik ben. Waar ik naartoe wil. Mm-hmm. Ik ben een vrouw, ik ben gewend om mijn shit te moeten doen. Altijd, heel mijn leven al. Mm-hmm. En ik werk eraan om niet alleen maar van in de vechtrol te schieten. Maar ja, dingen raken me, dingen vind ik moeilijk. En tegelijkertijd denk ik... Goed zo. Want het ding is... Want ik toevallig vertelde ik gisteren aan een vriendinnetje. Was ook een vrouw die naar me toe kwam en die begon... vorig jaar. Die begon me echt te zakken van... Ja, hoe kan je dat gedaan hebben? Dit, dat. Dus ik tegen haar, ik zeg... Vorig jaar nog? Nee. Ik had haar random ontmoet. Op een feestje of ergens. Zo. Ergens. En die vrouw zei van, ja, want ik moet toch even met je. En vinger in mijn gezicht, alles. Ik dacht, je wil blackness in me naar boven halen. Ik dacht, kom mevrouw, kom, let's go. Toen zei ik tegen haar. Ik zeg, wat heb jij bijgedragen aan een Nederlandse film? Ja. Ik zeg, heb je een boek geschreven? Ja. Ik zeg, heb jij een script? Ik zeg, als jij nu naar mij toe komt en je zegt, ik heb een script. Ja. En ik wil jou in die rol, ik heb niet eens geld. Maar dit is echt een mooie rol, wil jij het doen? Ik zeg, doe ik het. Juist. Zeg maar, wat heb jij bijgedragen aan de film? Niks. Dan wil je mij komen uitleggen hoe ik mijn werk moet doen. Doe dat niet. Juist. Doe dat niet. Nee, ik weet wat ik heb gedaan. Mm-hmm. Alle rollen die ik daarna heb gespeeld zijn niet eens in een schaduw van alleen maar nette mensen. Ik heb het één keer gedaan. Ja. Eén keer en daarna nooit meer. En dat was je eerste, toch? Was je eerste ook nog. En ik heb allemaal verschillende dingen gedaan die helemaal niks... En dan denk ik bij mezelf, waarom ga je niet daar zo lang over door? Ik heb ook vechters. Ik ben in Nederland ben ik de enige actrice... die is aangekomen voor een rol en zo is afgetraind voor een rol. Ja. Voor vechtershart was ik ripped. Mm-hmm. Ga je bek daarover pieren dan? Mm-hmm. Maar je wil heel het blijven... Nee, maar snap je? Brakkemans willen heel het blijven hangen. Yeah. No offense, maar bij... Ja, maar je hebt ons daarmee pijn gedaan. Huil niet over pijn. Ja. Luister, wij moeten gaan leren. Wij Brakkemans, we moeten onze eigen triggers gaan aanpakken, man. Mm-hmm. Ik snap dat ik een trigger ben geweest. Ik... Ja, die film hoor, die film. Ja, maar ik snap... Die film. Nee, maar ik was natuurlijk een symbool daarvan, omdat ik de hoofdrol speelde. Oké, maar wacht. En daarom zei ik, dus dat had ik gezien. Pocky, heel leuk, nette mensen. En dan celblok H, waar ik dus zie van... Oh, maar zij is echt een goede actrice. Dank je. Waarbij alles niet meer meetelt van en dat soort dingen. Maar goed, en dat had ik dus daar. Dank je. Dat is wat ik je zeg. Ja. Maar dan nog, nog iets over alleen nette mensen... Want ja, ik heb hem helemaal gezien. Mm. En die seksscène was ook popping. Look. Daar gaan we naar waar we hier echt voor zijn. Waar zijn we hier voor? Seks, liefde. Liefde. Nee, maar jij staat daar dus ook gewoon open voor. Van, dat doe je ook even. Want dat lijkt me echt... Als kill zou ik niet eens... Nee, maar hoor ik daartussen de regels de vraag... Hoe is zo'n seksscène om te doen? Ja. Oké. Het is gewoon een choreografie. Dus... Hij zit absoluut niet in mij. Ik zit niet... Nee, mensen vragen me dat. Dus ik begin het altijd te benoemen, ook voor de kijkers thuis. Dat ze dan denken van, oh man. Bobby's alles, hè? In. Dit waren niet mijn Bobby's. Waren niet jouw Bobby's? Dat is nou jammer. Nee, maar dan is echt de vraag, wat doe je hier? Nee, maar sorry. Nee, mijn borsten zijn... mijn eigen borsten zijn nog nooit echt in beeld geweest. Ja. Ik heb zelfs nu in een serie, Adem in, Adem uit op Net 5. Ja. Komen ook weer wat seksscènes voorbij. Ik laat in mijn contract opstellen. Dus luister, ik wil geen Poena en ik wil geen Bobby. Ja. Ik wil Poena en Bobby. No man. Ik hou er niet van. Nee, Gerrit, je wil wel iets bewaken, zeg maar. Nee, maar snap je. Luister, ik heb een scène waar ik op iemand rij. Mm-hmm.
En je ziet het van achteren. Het ziet al heftig genoeg. Hey, look at you. Yeah. Je hebt me. Je hebt me aan. Nee, maar nee, je weet toch. Ja? Het ziet er al heftig genoeg. Voor wat moet je dan nog om Bobby zo. Ja, en, ja, ja, ja. En een poen. Nee, maar het verliest. Sjaalman verliest zelf misschien zelf. Ja, vind ik ook. Snap je? Het is niet nodig soms. Het is niet nodig. En alleen maar net de mens. Want artistiek. Dat is wel grappig. Ja, het is gezien. Het voegt niks toe. Ja, ja. Ben ik mee eens. Ben ik mee eens. Want ik hou van films, hè. Dus het is belangrijk, dat soort details. Ja, precies. Ja. Maar dus, en alleen maar net de mensen. Wat er gebeurt, is dat je dan... die man, hij krijgt een zakje rondom zijn penis. Ja. En jij als vrouw hebt een stringetje of een doekje zonder bandjes aan de zijkant. Ja, ja, ja. Dus vanaf de zijkant lijkt het alsof ik naakt ben, maar mijn geslachtsdeel is gewoon bedekt. Mm-hmm. Zijn geslachtsdeel is bedekt. En je filmt het van de zijkant. Dus als ik dit doe of zo, of ik zie het met zo heen en weer gaan. Herhalen, sorry, ik was je even kwijt. Wat deed je? Spoelter. Nee, maar als je aan het bouncen bent. Je ziet het van de zijkant. Je ziet twee naken lichamen. Dus het is net als visueel, met volgen. Ja, ja. Dus je weet toch, je gaat zelf bedenken, het zit erin. En dat hij net zo doet, of ik zo... dat's acting. Oké, okay, yeah. Good actress. Good actors. Oké, nee, dope. Ja. Nou, inside, nou, dan weten we dat ook hoe dat werkt. Maar des te meer respect dan, want dat is nou echt acteerwerk dan. Het is echt acteerwerk. Maar voor die keel dan die een boner krijgt, hoe werkt dat? Geen zakje guys, die dat tegen kan houden, toch? Guys die dat is het aparte. Ik heb nog nooit, ik heb niet super veel seksscènes gedaan, maar alle seksscènes die ik heb gedaan, heb ik nog nooit gehad dat een guy een boner kreeg. Niet omdat ik geen boner bezorg. Maar, I get it, maar je bent ook in een hele andere headspace. Luister, is het klopt, ja. Ja, klopt. Die druk. En de druk en de idee. Dat je een boner krijgt. Maar het is echt werk. Je hebt ook door. En dat ding gaat naar binnen, man. Ja. Dat ding gaat naar binnen. Oeh. Zo. Je tolly gaat. Zo. Dat niet. Nou, ik kan niet meer normaal naar seksscènes kijken hier naar films. Het is echt een choreografie. En je gaat ook, weet je, met je collega ga je ook even praten. Je praat met elkaar van, hey, luister dan. Waar mag ik je wel aanraken, waar niet? En weet je, oké, zoenen, hoe gaan we zoenen? Net als zo'n top, weet toch? En dat bespreek je gewoon met elkaar. En ja, je houdt daarin de respect. En ook, je weet toch... Had je geen relatie toen de tijd toevallig? Nee, mijn relatie was toen uit, man. En die vriendin die ik daarvoor had... Die zou dat nooit... Nooit. Timing. Nooit. It's all about timing. Nee, hij was echt van... Hé, luister, het is niet dat je actrice bent. Niemand komt aan jou. Klaar. Ik wil het niet. Nee, ik ben actrice. Nee. Is vreemd gaan. Hij was daar niet van. Maar check. Nou, nu we toch daar zijn. Ik ben gaan dieken, hè? Ja. Op je social media. Mm-hmm. En of jij verstopt het goed, of jij bent heel privé, mm-hmm. of het is er niet. Mm-hmm. Maar is er iemand die op dit moment het bij je laat prikkelen? Ik. Dus je verstopt het goed, of je bent heel privé gewoon? Ik ben eigenlijk wel privé. Dus ook wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, weten niet zo heel veel mensen. Mm-hmm. En dat vind ik ook prima. En ik ben over het algemeen wel privé. Ik heb niet iemand nu die nu een ring aan mijn vinger heeft gezet. Dus dat laten we dat duidelijk hebben. Dat mocht ineens een leuke man... Ik heb geen ring aan mijn vinger. Ja, het kan nog. Nee, ik ben niet op die manier bezet. Okay. Dat niet, maar ik vermaak me. Je hebt het leuk met iemand. Dat is hem. Oké, nou leuk. Dat is hem. Ja. Lichaamstaal, hè? Zeg maar van... Ja. En hou het daar. Nee. Dat was hem. Ik zie lichaamstaal. Nee, oké, je hebt het leuk. Vind ik belangrijk. Nee, want dan vraag ik me af... tenminste, laat me het zo zeggen... Ik vroeg net de vraag over de film, over de seksscènes. Ja, ja. En ergens kwam ik tegen dat jij zei, dat je dus tegen je vader zei... Hé, pa, ik ben het niet, hè? Ja. Dus dat zit ook een beetje erin verwerkt. Dat je rekening houdt met je omgeving. Ja. Ik heb alle jaren heb ik eigenlijk best wel veel rekening gehouden met mijn omgeving. Van wat doe ik wel, dat doe ik niet. En ik heb ook, toen ik deze rol ging doen, heb ik het ook met mijn familie besproken. Van, hé, luister dan. Wat, weet je... Ja. Wat vinden jullie ervan? En het is, ja, het komt best wel heftige scènes. Je vindt dat nodig ook, hè? Om rekening te houden met je familie. Ja, man. En, en misschien doe ik het nu op een andere manier. Mm-hmm. Maar zeker toen in die tijd was het wel, weet toch, mijn fam. Want ik represent. Zo heb ik altijd in het leven gestaan. Van, hey, ik represent mijn fam. Wanneer ik naar buiten ga, ben ik niet alleen voor mezelf, maar voor ons gezin. Weet toch, ons gezin represent ik. Ik represent de zwarte gemeenschap. Ik was heel erg met Noor. En jezelf ook nog, hè? Moet je niet vergeten. Het rare was, dat doe ik nu meer dan daarvoor. Okay. Maar daarvoor was ik vooral bezig met... Ja. Ik weet niet. Mezelf representen kwam misschien nog... Sorry, boertje. Mm-hmm. Sorry. Als laatst. Mm-hmm. Wat was je vraag ook alweer? Ik ben even kwijt. Ik maakte de opmerking. Jij zei, ik represent dat.
maar ook jezelf, hè? En toen zei je, dat doe ik nu meer dan ooit. Ja, maar daarvoor. En wat mijn vraag was, ik weet niet, ik heb zoveel aan je te vragen. Ja. En we gaan verder. Ja, oké, we gaan verder. Want als nu die keel, het is een keel. Ja. Het is een keel. En als nu die keel bij een volgende sekssensor zegt van, nee man. Oké, okay, is dat heel, iets? Okay. Hou je rekening met hem? Ik ben iemand, diep in mijn hart ben ik eigenlijk heel erg romantisch en heel erg traditioneel. Ja. Als jij in mijn leven erbij komt als man, vind ik het heel erg leuk, maar het moet echt een toegevoegde waarde zijn. En als ik ga werken, mm-hmm. en je bent niet van plan om 5k of 7k of whatever op mijn morgenwakke rekening te storten, mm-hmm. kom mij niet stressen over mijn werk. We gaan echt ruzie krijgen. En je ziet mijn oog, ik meen dit. Mm-hmm. Ik meen dit. Als je niet van plan bent om financieel een dekking te storten. Luister, als jij nu naar mij toe komt, we vinden het leuk met elkaar. Je zegt, ja. schatje, je moet niet werken. Ik zie dat je stress, je hoeft niet te werken. Hier heb je... Denk je dat ik ga werken? Dan ga je niet werken. Is dat een... Hey, mensen denken dat ik zin heb om te werken. Ik werk. Maar je verhaal gaat krom, want je begon met ik ben traditioneel. Nee. Kom dus dan nog? Nee, maar in de zin van... Oh als man. Dus ik wil best mijn leven voor jou 180 graden draaien. Ja. Maar broer... Dan ben je provider. Dan kom hard. Provide, maar kom niet... Ik had laatst was met een guy aan de date. Ik vond hem echt een leuke guy, weet je. Hij was echt nice op me gekomen. Zo. Ja. Hij sprak me zo aan. Hij kwam zo een beetje zo... Toch, heel leuk. Hij wist dat ze komen gaan wat eten. Als je bij mij zegt, kom Emma, we gaan wat eten. Ja. Heb je al de hel... Ik zeg je eerlijk. Misschien is het cheap. Maar als je al zegt, van je moet eten. Dan ben ik al... Oh my god. Dus okay. Ik dacht, we gaan lekker wat eten. Was super gezellig, leuk. Die week erop moest ik filmen. Moest lang filmen. Mm-hmm. Echt een hele week. En ik moest filmen in Eindhoven. Mm-hmm. Ik zeg tegen die guy, ik zeg, luister schatje. Weet je, volgende week gaan we elkaar niet veel kunnen zien. Want ik moet heel leuk filmen in Eindhoven. En weet je toch, het is echt voor mijn werk. Dus het is belangrijk. Dus ik zeg, en dan ben ik de hele dag op de set. Dus ben ik ook wat minder bereikbaar. Mm-hmm. Weet je toch, en ik begin het al. Ik ben iemand, ik ga het je zeggen. Want ik wil geen... Ik wil je, ik geef je die erkenning geen van, hey, je weet toch, okay. Geen ruis. Dus ik begin alvast zeggen een week van tevoren. Wat ik doof vind, hè, maar niet veel vrouwen doen dat, ik zeg je eerlijk. Ik zou dat kunnen waarderen, laat me dat zo zeggen. Ja. En ik begin je altijd, ik zei een week van tevoren, zeg een paar dagen van tevoren. Wat doof. Was het, weet je, zo ver, ja. Hoef je niet te doen, hè, by the way, want het is nieuw ook, hè. Nieuw en vers. Inderdaad, nieuw en vers. Die week begint, die guy begint te trippen op mij van, ik zie je heel de week niet, huilie. Gelijk ga ik uitgemaakt die week. Ja? Zeg, normaal, hoofdpijn. Je maakt geen grappen. Je moet niet... Nee, maar, kijk, behalve nee. dat je zegt, je moet niet een bijdrage leveren. Je moet vooral niet hoofdpijn gaan geven of gedoe. Dus kijk, als je niet van plan bent... Mm-hmm. Is je wil dat ik minder werk? Ja. Is goed, hè? Ja. Ik wil best met je daarover onderhandelen. Maar, maar wacht even. Je gaat niet zeggen dat ik... Je komt niet fokken met mijn dus werk. Dus hier ging het om dat je te veel werkt. Daar komt het toch op neer. Ja, want ik zie je niet dat... Yo, broer. Het is iets wat je meestal vrouwen hoort zeggen. Tenminste, dus die vrouwen waarmee ik vreemd ga, dat is de reden waarom ze vreemd gaan, is omdat die te hard werken. En dan krijg ik ruzie met ze. Zeg ik, wacht even. Is dat de reden dat je vreemd gaat? Dan neem ik hem voor hem op. Maar dan word ik boos. Nee, maar snap je. Hij werkt te hard. You know what I mean? Ja, ja. En ik heb zoiets van... ik ben een vrouw en ik heb best wel wat mannelijke energie. En daar ben ik me van bewust. Maar ik ben wel echt een vrouw. Ja, ja. Ik hou wel echt van mannen. Ja, ja. Snap je? Ja. Dus op het moment dat jij als guy komt en jij gaat ineens in... Ik kom met straight dingen van, hey schatje, weet je, ik ben volgende week druk. Ik respecteer jou. Ja. Ik hou rekening met je. Ik zeg van, hey, ik ben druk. Ik ga wel... Je toch, ik probeer tussendoor te sms'en terwijl mijn hoofd is op mijn... Hey, effort. Werk. Je maakt moeite. Tenminste, uit je verhaal. En nu begin je huilen te doen. Ja. En dan kijk ik als wel, denk ik, no, dan man. Heb je gescoord. Ik heb hem gescoord. Ik zeg, want dit is de eerste... Dus zo ben je dan ook weer. Dat je zegt van, hey, look or no. Als je red flags is gelijk van, no. Ik dacht, klaar. Nee. We doen aan oranje, dan is het gelijk klaar. Ik dacht, nee, dat gaat niet werken. Oké, hij ging daarna, dat is misschien niet sowieso nog extra trippen. Op, nou ja, whatever. Maar ik weet toch, ik denk, ik wil hem niet beschouwen. Later. Maar, laten we... Ik ben een individu, jij bent individu. Ja. Laten we het samen leuk hebben, weet je? En laten we het leven voor elkaar aangenamer maken. Mm-hmm. Ik ben iemand... Het is heel grappig, want ik weet dat het dan overkomt als zo van... Oh ja, I need a man. I need a man. Lijkt me hartstikke leuk. Gewoon gezellig. Maar I need a man. You need a man. A man. I need a man. Yes. En niet... Ik heb geen zin in Chiningeresanis of... Wat ik ook merk is dat soms mannen het toch wel moeilijk vinden dat ik mijn werk doe. En ik ben echt wel bereid om rekening ermee te houden. Maar dan...
Dat moeten we opbouwen. Mm-hmm. Je kan niet de eerste gelijk, dag komen, bam, weet ja, toch? Ja. En dan van ja. Want dan gaat het op onzekerheid lijken. Want ik zeg je eerlijk, als aan mij wordt gevraagd, ben je jaloers? En ze vragen die vrouwen in het begin graag stellen. Ja. Dan kan ik niet. Dan moet ik nee zeggen, want ik vind het een zwakte. Mm-hmm. Maar ik heb wel bepaalde gedachten over hoe jij je moet opstellen. En misschien is dat gewoon wel jaloers, ik weet het niet. Of misschien zelfs bezitterig. Maar welke gedachte dan bijvoorbeeld? Nou kijk, maar wat jij net al zegt bijvoorbeeld. Ik hoor jij zeggen, als jij al naar mij toe zou komen. En dat hangt ook af van welke fase hè, jullie zijn. Want dit was best wel vroeg. Vroeg man. Ja, je hield veel rekening voor iets vroeg. Wat ja. zich nog niet heeft bewezen. Ja, ja. As in of het long term en of het heel erg waard is. Maar ik zou dat echt waarderen als je naar me toe komt. Ik ga met iemand die dan hard werkt in ja. de film, waar de zoen zijn. Dus voor alles in ieder geval. Alles wat erbij kan komen. En die zegt, hey baby, dit en zo ziet het eruit. Hey, I'm good. Dat is alles wat yeah. ik wil. Dat is alles wat ik wil. Dat ik zie, oh, ze houdt rekening. Ik hou rekening. Ze don't effort. Ja, hoeft niet eens trouwens. Nou, dat zou ik al perfect vinden. Maar, en dat is wat ik bedoel met, je moet weten hoe je je opstelt. Dan zou ik zeggen, hey, go with me. Dan heb je me al een goed hart gegeven van, hey, she's ja. with me. Ja, maar dat... Kijk, want dan zou ik me schuldig vinden om te gaan storen. Zeg ik, nee, ik kom net een onzekere grap over hier. Snap je? En ik, kijk, dat was wat ik net niet wilde bos, maar nu bos ik het gewoon. Onzeker. Ben ik ook nog eens, nadat ik... Dan die week had ik in een hotel geslapen. Of kwam ik thuis? Ik was moe. Ik had heel de week gedraaid. S'morgens ja. tot 's avonds laat. Ja. Dacht ik, nee, ik ga hem toch naar hem toe. Ik reed gelijk naar hem toe. Ik zei, schatje, ben je thuis? Ik kom naar je toe. Als ik naar hem toe ga, toch was vrijdagavond. Hij had een beetje lekkers gedronken. Ja. Hij is aan deze keel begint met mij te trippen. Ja, je denkt dat je geweldig bent, want je bent actrice. Dit. Oh nee, dat is... Nee, ik wil niet oordelen. Maar is bitch shit. Wat snap ik ja, is bitch shit. Dat is bitch shit. Ik dacht, let's done. I need a man. Yes, ja, nee, I sorry. Sorry voor dood, maar wat je hier omschrijft is, nee. Daar word je droog van. Ik zeg altijd dit. Juist, inderdaad. Oppassen. Juist, hup. Juist, dat idee. Nee, maar en terecht, nee, dat is hem niet. Weet je? En dan denk ik van, weet je, ik heb een respect voor je. Ik wil jou niet kwetsen, want blijkbaar kwets ik je. En jij praat nog. Jij bent wel lief, hè, volgens mij, of niet? Of rekening houden. Nee, maar ik ben... Luister, je houdt rekening. Ik ben een ram. Dus okay. Daar komt die... Ach, condoleerd. Fuck. Ik ben ook een ram. Ik ben ook een ram. Ja, maar we dus zijn nice precies toch? Wat ze... Ja, we zijn... Dus wij worden verkeerd begrepen. Ja. Ze denken we zijn eigenwijs. Ja. Ze denken zijn misschien een beetje bozig, vaak. Bozig. Nee, we zijn gewoon recht op ze denken wij zijn teruggetrokken of heel serieus af en toe. Ja. Nee. Ja. We zijn gewoon... Standards. You know, pioneers. Ja. Pioneers. Ja, hey. Ja, man. Ja, dat is... Zie, daarom herken ik je. Daarom zei ik van, ik zou dat waarderen. Maar als je een echte ram bent, tenminste, ik weet niks van dat ramding hoor. Ik zit heel enthousiast te doen. Ik doe eigenlijk niet eens aan die dingen. Maar wat ik hoor over ram is dus, dan ben je dus ook gevoelig dat ik maak al zoveel fucking effort. En dit is hoe jij reageert op mijn effort, mijn man. Ja, dus ik dacht gelijk van, hé, luister dan. En dan was je ook klaar. Ik was klaar. En soms vind ik dat vind ik soms wel eng van mijn persoonlijkheid. Ik hou je bij me. Ja. Je bent mijn eerste ring of tweede ring of whatever. Ik geloof niet in de respect moet je verdienen. Ik geloof in elke mens is een ziel. Mm. Ik respecteer jou en je kan stijgen in achting of je kan dalen in achting. Hé, maar dat is niet ramlike. Oh ja, nee, dat is wat ik bedoel. Dus mensen beginnen niet bij 10, toch bij jou? Nee, goed gewoon zo. Medium. Maar dat is ook bij mij. Bij mij moet je groeien naar 10. Ja, dan kan je groeien. Maar meer van, ook al of ik jou ken of niet, of je nou schoonmaker bent of de directeur. Ik ga gewoon normaal met je praten en als ik met jou praat en ik zie van, hé, je bent flexie. Dan denk ik, ja man, ik heb echt extra over voor je. Als je het dom doet, dan kan ik 180 op je gaan. Dan kan ik niet tegen mij praten. Oké, ja. En dan in zin niet. Ik heb het ook wel eens gehad dat ze een van de grote regisseur. Mm-hmm. Okay, fuck. Mm-hmm. Je praat onzin tegen me. En lelijk, je praat lelijk en gemeen. En onzin, I don't like your vibe. Hey, ik ga even naar het toilet, doei. Klaar. Ja, maar ik ben grote regisseur. Oh, okay, for fuck. Maar jij zit ook in een scene, hè? Als ik het zo mag, judgmental mag zijn erover. Waar veel fakeness is en... Ja. Neppe lachen dus. En backstabbing kan ik me voorstellen. Ook omdat de wereld zo klein is. Ja, ik denk... Je bent voorzichtig. Ja, maar ik zit even te denken. Omdat als je dit zegt, het eerste wat bij me opkomt... is dat ik tot een bepaalde hoogte ook... Je gaat me niet zeggen dat je op bepaalde hoogte fake bent zelf ook, toch? Nee, maar weet je wat fake is? Nou. Fake is ook iets... voelen of iets willen, maar je daar niet aan gehoor geven.
goeie. You know what I mean? Dus toen je dat zei, dacht ik, ja, je hebt daar gradaties in. En toen ging ik het gelijk op mezelf betrekken. Dus ja, nog voordat ik over de collega's en die scene ga beginnen, dacht ik bij mezelf. En dat ik steeds meer voel dat ik steeds realer ben en steeds dichter bij mezelf sta. Maar dat ik ook heel lang een bepaalde projectie van mezelf of van wie ik wilde zijn, mm-hmm, naar buiten liet zien. Dus toen je dat zei, dacht ik ook van, ja, maar ik heb ook wel eens, kijk hoe ik nu zo met jou praat. Ik praat heel snel, praat. En mijn stem gaat, af en toe zoals Renan Tongo. Never zou je me bij De Wereld Draait Door of bij Eva Jinek of whatever, zou je die kant van mij zien. Gilly's Love Line. Je weet. Mm-hmm. Maar snap je, die kant van mij zou je niet zien. Dus toen je dat zei in die En dat maakt jou niet fake speciaal. Ja, maar dat was wel het eerste wat bij me opkwam. Ja. Toen je zei fake, dacht ik, oh ja, maar wat is fake? Maar, hoe gaan we het... Ik kan het daarover hebben. Want ik ben dan iemand die... ik represent de real shit altijd geweest. Over real, als jezelf zijn. Maar ik heb dus moeten leren van... Hey, wacht even. Het is niet altijd dat iemand fake is. Soms is dat een manier van iemand om te socializen. Ja. Want als je naar mij kijkt... Want ik ben een jongen van de straat. Ja. Ik heb moeten leren hoe je... Netwerken. Nee, niet eens. Nog steeds is dat iets waar ik niet... Ik weet dat het belangrijk is. Ja. En zo, ik ben toch zo dom dat ik het nog steeds hoger plaats... dat ik het wel real en bij mezelf moet houden. Mm. Terwijl wil je bepaalde dingen bereiken. En dat betekent niet speciaal dat je fake bent. Mm-hmm. Maar je moet wel de harde voor hebben. Maar wat ik voor wilde zeggen dus... Soms zijn mensen niet fake. Soms proberen ze gewoon bepaalde deuren te laten openen... of te netwerken of te socializen. Want wat ik dan vroeger deed... Ik ben dan helemaal... Ik kom ergens zitten en ga dan boos zitten. Dat is hem ook niet, weet je? dat is hem ook niet, ja. Kijk, mijn reels zijn. Fuck yo. Ik ben boos. Want bij mij moet je echt... het lijkt alsof... Misschien is dat ramshit. Ik lijk niet toegankelijk. Maar zodra je er doorheen bent... Dan ga je zien... Hé, nou man, vaarlijk sweet boy je eigenlijk. Ik zeg eerlijk. Ik heb ook wel eens gehad van... Oh, ik dacht dat je bitch was. Maar ik ben eigenlijk best wel aardig. Ja, nee, je moet... Maar in mijn dat kreeg ik meer toen ik jonger was. Mm-hmm. Maar in mijn volwassen leven... Ik ben ram als het dan vis. Dus dat is ook een beetje raar in mijn karakter. Dus ik ben aan de ene kant zo... En aan de andere kant ben ik huilie. Oh ja? Ja, maar super sensitive. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Goeie vraag. Is het zo lang geleden? Ja, ik zit echt te scannen. Leuk, good for you. Nou ja, sowieso wel afgelopen jaar, denk ik wel. En waarom? Niet om die bitchboy, toch? Die, niet door die heer met bitchboy gedrag, toch? Ja. Nee, ik heb hem niet gehaald. Nee. Oh nee, good for you. Nee, maar wat was ook nog zo pril? Dus ik dacht van... Nee, nu heb ik niet over die dude. Gewoon algemeen, maar... je hebt lang niet gehuild, zeg je. Nee. Oké. Okay. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik heb gehuild. Ik heb, ik kan wel huilen. Maar ik weet niet, de laatste tijd zit ik echt lekker in mijn vel... Goed om te horen. Ja, man. Ik heb echt afgelopen jaar veel therapie gehad. Veel aan mezelf gewerkt. Veel shadow work gedaan. Dat je gewoon met jezelf gaat kijken van... Oké, wat zijn we dan? Shadow work is echt een populair woord geworden in deze periode. Nee, maar het is goed. Okay, maar iedereen was binnen toch? Dus iedereen wordt geconfronteerd met jezelf. En jij kwam ook nog van een moeilijke periode. Dat je gevangenis hebt gezeten. Juist. En toen was ik ineens weer in de gevangenis zitten. Juist. Nee, maar publiekelijk in de gevangenis zitten. Is ook nog wat anders, hè? Ja, is heel anders. Ja. Beleving. Maar, dus het is een hele hoop self-love sannies van jou geweest afgelopen 2 jaar. Is het ongeveer 2 jaar? Kun je dat zeggen? Ja. Je heel erg bezig bent geweest met jezelf. Ja, sorry, mijn oorbel. Heb je jezelf kwalijk genomen? Wat kwalijk genomen? Gewoon deze laatste 2 jaar. Heb je jezelf kwalijk genomen? Heb ik het niet eens over het gevangenisstraf en shit? Of misschien juist daarna? Dat je naar jezelf kijkt, dat je bijvoorbeeld maar zegt van... specifieks of... Nou, laat me het zo zeggen. Dat je zo zegt van, hé... Hey, je hebt echt lang jezelf geen geliefde gegeven. Ja, absoluut. Absoluut. Dus sla je gelijk spijker op zijn kop. Zeg maar, de mindset waarin ik de gevangenis inkwam. Heel veel mensen denken, oh my god, de gevangenis. De gevangenis was niet het ergste gedeelte. De periode voor de gevangenis was het heftigste voor mij. En de periode dat ik uit de gevangenis kwam en weer moest gaan ophouden. Dat waren, maar de gevangenis zelf, ja, echt niet om nu een soort van gangster te spelen of zo. Maar
De gevangenis was voor mij heel prettig. 3 keer per dag kreeg je gewoon te eten. Ik kon lekker sporten, yoga, lekker fitness. Structuur. Structuur. Wat er niet bij jou was? Ik had totaal geen... Dus voor mij was die structuur en ook niet te veel hoeven nadenken. Ik hoefde alleen niet na te denken over mezelf. Ik hoefde niet na te denken over mijn vader, over mijn moeder, over mijn familie, over teksten, over hoe ik me op tv ging laten zien, hoe ik overkwam op andere mensen, dat ik de hele zwarte gemeenschap moest representeren. Ik hoefde alleen maar na te denken over mezelf. Ik kon er ook voor kiezen van, oké, luister dan. I'm in really big trouble right now. Oké, weet je, je was al op zoek naar destructie. Gewoon, ik was echt op zoek naar grenzen, naar gewoon problemen. Nou, je hebt het gevonden, gefeliciteerd. Maar waarom? Van waar komt dat? Ik heb... Het, ik denk dat het al een paar jaar gewoon niet zo goed met me ging. Mijn hele drive om succesvol te worden kwam uit een hele vurige bron. Mm-hmm. Maar dat vuur is op een gegeven moment mij gaan verbranden. Dus dat vuur van, en dan is weer de koppeling naar wat ik in het begin zei, dat ik in Suriname was en dat ik daar werd afgewezen van. Het is heel grappig. Ik ben bij zwarte mensen, ben ik heel vaak, was ik niet zwart genoeg. Bij witte mensen ben ik natuurlijk niet wit genoeg. Mm-hmm. Weet je, en dat ik altijd, ik werd altijd, was nergens was ik goed genoeg. Ja. En ook in mijn gezin, mensen houden van me, maar ik was een middenkind, dus ik hing er maar wat bij. Mm. Ik was heel vaak alleen op mijn kamer en mijn broertje en zusje, die zijn 5 of 6 jaar jonger, die hadden elkaar. Mijn oudere zussen zijn 7, 10 en 14 jaar ouder, dus die hadden elkaar. Mm. En ik was, als middenkind hing ik er maar wat bij. En ook op school, ik was een soort van tomboy. En ik was altijd met de boys, want ik hield van adrenaline, dat is wel altijd... Altijd wel van hekjes klimmen, een beetje vechten, matten, verspuwen. Mijn moeder zei, jij bent een meisje. Ik zei, ja, dat is leuk. Kijk eens wie het beste kan ook. Shit. Maar ik was, weet toch, ik was nooit, ik kon nooit in een soort normaal hokje geplaatst worden. Ik was altijd abnormaal. Vergeleken met andere donkere mensen of andere meisjes of andere... kinderen. Allerlei soorten groepen. Alle groepen was ik altijd was abnormaal. En ik ben op een gegeven moment ben ik... sorry, ik ben even mijn eigen verhaaltje kwijt, maar... kan je helpen? Liefde, yes. Oh ja, waren die drive. Ik heb op een gegeven moment heel erg besloten. Ik was heel boos toen ik op mijn 12e in Suriname... Dus ik weet nog dat we op een gegeven moment maatschappijleer hadden. En ik zat op een vrije school. En dat is echt een heel... dringend moment voor mij, waar ik echt ook echt de besluit nam van, wacht maar, fuck jullie allemaal de vaders en moeders. Ik ga, als ik later groot ben, ga iedereen laten zien dat ik alles ga bereiken wat ik wil. Mm. Ik ga alles. Ik werd echt woest was ik in mezelf, maar ik was te klein om wat te kunnen doen. Maar die woede juist, van, het gevoel jullie, was er al. Het gevoel van, want ze zeiden toen in die klas, was een vrije school, en op de vrije school Rudolf Steiner, moet je maar opzoeken, die had de wetenschap dat zwarte mensen inferieur zijn. En die had die verdeling gemaakt van rassen enzovoort. En ik zat daar in de klas. Ik zat op een particuliere vrije school in Suriname, waar ik in de klas het enige donkere meisje was. Kan je je voorstellen? En ik zat allemaal met witte kindertjes en gemixte kindertjes en Joodse kindertjes. En ik was daar als enige Creools meisje. En toen ze dat zeiden van, oh ja, de zwarte mensen zijn inferieur, want dat leren ze. Nu wordt het niet meer geleerd op die school, maar toen die tijd wel. Kijk, iedereen zo naar mij ging ze zo lachen. Van. Dus in Suriname. Dus besef. Ah, in Suriname word ik al meer gediscrimineerd dan waar dan ook te wereld. Zelfs in China ben ik niet zo gediscrimineerd als in Suriname. Vroeger zou ik denken, waar heb je het over? Weet je wat, volgens mij was het mijn broer. En toen was ik jong. Die zei tegen mij, ik heb me nog nooit zo gediscrimineerd gevoeld als in Suriname. En weet je wat hij bedoelde? No. Dat hij werd voorgetrokken. Nee, hij heeft nog nooit met discriminatie meegemaakt als in Suriname. Dat hij werd voorgetrokken. Hij merkte dat hij werd voorgetrokken. En ik begreep hem niet. Ja. Totdat ik een paar jaar ouder werd en het zelf meemaakte. Dat ik zei van, hey, wacht even. Want in mijn idee... Zijn we allemaal gewoon... In mijn idee zijn we allemaal één. Ja. Ja. Het gaat over discriminatie en je verwijst 2 keer naar Suriname. En wat jij daar hebt meegemaakt. Ik heb zoveel anekdotes van dat ik daar heb meegemaakt. Maar wat er gebeurde in mij was dat het vooral... een soort... Het maakte een... Want je voelde je afgewezen. Daar ging het om. Ik voelde me heel erg afgewezen. En ik dacht van... Wacht even, ik ben in het land van mijn voorouders. Juist. En jullie zeggen... Weet je, ik kon het echt handelen dat ik in Nederland... dat ze
poep tegen mij zeiden. Ha, poep. En dan zei ik, ha, plas. En dan gingen we de discriminatie. Ik zeg even zo discriminatie, want... Nee, die kon je nog peilen. Die kon je nog peilen. Maar deze begreep maar, ik totaal niet. Dit snapte ik niet. Gewoon, iemand tegen me zei van, hou gewoon je mond, want je bent zwart. Letterlijk. Ja. Like, hou je mond. Ja. Doe niet slim, want jij bent zwart. Ja. En als 13-jarig meisje... Je voelt die woede, maar je mag niet brutaal zijn. Dus ik dacht, wacht maar. Later als ik groot ben, ga ik jullie allemaal laten zien... dat ik alles ga bereiken. Maar die alles ga bereiken en alles laten zien... heel mijn carrière is daarop gebouwd. En heel mijn leven is daarop gebouwd. Ik was alleen maar bezig met bewijzen. Ik ben die perfecte vrouw. En ik ga in bladen. Ik kom op voorpagina's van bladen. Ik was alleen maar bezig. Bam, 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 bam. Hey, maar het is tof. Dat leefde dus als klein meisje. En heb je waargemaakt. Heb ik waargemaakt. Maar tegen welke kosten? Want tegen de tijd dat ik, zeg maar... Dus eigenlijk de laatste 4 jaar voordat Tomorrowland was... Ik was depressief. Ik was echt depressief. Want ik was dus bezig... Onbewust ben ik later achtergekomen. Maar onbewust was ik bezig ook met mijn vader. Ik had ook heel erg dingen met mijn vader. Bewijsdrang naar mijn vader toe. Maar ik was ook bezig met... Ja, ik moet representen aan de zwarte gemeenschap. Nou, geloof mij nou maar. Toen ik alleen maar nette mensen had gedaan... en ik kreeg doodsbedreigingen... en mensen gingen echt faya op mij. Het deed me zo'n pijn in mijn hart. Omdat ik dacht van... Ja, maar ik snap dat het enerzijds... sommige dingen kwetsend kunnen zijn. Maar ik ben de eerste zwarte vrouw sinds tijden... die een hoofdrol heeft. Ik ben 15 kilo aangekomen voor een rol. Ik heb zo hard gewerkt. Dus als actrice is het gewoon amazing wat je daar hebt gedaan. En niet veel kunnen je nadoen. Niemand in Nederland heeft gedaan wat ik heb daar gedaan. En dat ik dacht, maar hoe en kan daar het wordt zijn overheen dat, gekeken. Ja, van, ook door mij, destijds. Dus zeg maar, ik dacht van, waarom moet ik als zwart persoon... En ik snap het. Maar ik vind het soms ook moeilijk. Zo van, ik ben zwart... Ja. Dus ik moet me zwart gedragen, whatever that is. Ja. Dus ik krijg als actrice krijg ik ook ergens de kans om te transformeren naar een ander personage. Want ik zat ook op die te kijken van, wow, transformatie. Ja. Ik ben Rotterdammer, hè? Ja. Heb ik een Amsterdamse accent uit mijn hoofd. Ik weet niet of luister, ik... Hij hebt offers gemaakt. En jullie zijn alleen maar bezig met... En de rest van mijn carrière heb ik heel bewust ook gezegd... ik ga nooit meer zo'n rol doen. Want ik ben gaan spelen omdat ik mijn mensen wil representen. Ja. En ik represent jullie. En ik represent ons. Ja. Maar tegelijkertijd ging ik kapot van binnen. Want heel mijn represent... kan ik best wel hier open over zijn. Zelfs in mijn vriendjes en dingen... heb ik heel veel mezelf... gesaboteerd. Dat ik dacht, no. Want de look, hoe ziet de look, wat zullen ze wel niet... Wat zullen mensen... No man, you're not fit, man. Nee, sorry. Ah. En dat ik dacht, no, ik vind je echt leuk, maar no... Wup. Want ik kan niet met jou komen. Of zo. Begrijp je? Of, je bent niet... Maar altijd maar bezig met die... Wijs ook naar mijn vader, wijs ook naar mijn familie, wijs ook naar de Surinaamse gemeenschap, wijs ook naar de zwarte gemeenschap. Nou, heel allochtonië überhaupt, want er kwamen ook mokkels naar me toe en torkoes en iedereen, je weet toch, je bent van de weinig, je weet toch, doe je best, fok het niet op voor ons. Maar die fok het niet op voor ons. Mm-hmm. Op een gegeven moment had ik het gevoel... Het is druk hoor. Ja, druk. Ik heb in mijn hoofd had ik op een gegeven moment zoveel druk en zoveel gevoel van... Ik probeer de hele tijd mijn best te doen, maar het is nooit goed genoeg. En het was een combinatie met ook een dingetje wat ik met mijn vader had. Zeker de helft was van ook die gevoelens van druk. Ja, en op een gegeven moment ging ik gewoon de andere kant op. Ik dacht, ik ben toch nooit goed genoeg. Want mensen blijven, no offense, not personal, maar... Mensen blijven zeiken over alleen maar nette mensen. Mensen zien niet wat het werk ik doe. Mensen zien niet wat voor offers ik breng. In mijn slaapkamer zelfs. En alles alleen maar om andere mensen goed gevoel te geven. En ik doe maar mijn best. En ik word nooit genomineerd. En niemand ziet me. En niemand, huilie. En op een gegeven moment dacht ik, hey, fuck this man. Ik wou mezelf niet meer zijn. Ja. Ik wou mezelf niet meer zijn. Ik vond de persoon die ik was geworden... Je zegt toch niet, je wou er niet meer zijn? Nee. Dat punt had je niet bereikt, toch? Het is heel apart, want ik wou niet dood. Ja. Dus ik wou niet letterlijk dood. Maar in mijn... laat ik het zo zeggen, ik had ze sowieso in die periode echt niet op een rij. Mijn hoofd was warm. Ik sliep heel weinig. Ze praat Surinaams, hè? Mijn hoofd was warm. I love it. Ik sliep heel weinig. Ik werkte heel hard. Dus doe maar 2-3 dagen niet slapen. Ga je zien hoe lekker je wordt. En ik sliep in die periode echt weinig. Ga je toch hallucineren?
Zelfs? Je gaat, als je dan ook nog erbij gaat smoken en zo, is niet best. Laat ik het zo. Of andere drugs. Ik zat echt in een heftige periode in die periode. Maar in mijn beleving had ik op een gegeven moment zoiets van, ik wil niet meer Emmanuelle Grieves zijn. Want ik dacht bij mezelf, wauw, ik heb heel mijn leven heb ik gestreden om een soort, om iets te zijn wat ik zelf als kind op tv wilde zien. Een vrouw op in de bladen en op tv en bij talkshows en hoofdrollen. En en ik dacht, want ik zag bij mezelf, wacht maar, ik ga jullie allemaal laten zien dat ik het wel kan. Juist. Ik ben misschien een dark skin, maar fuck jullie. Jullie denken dat ik het niet kan? Zeg maar dat ik het niet kan. Alles wat mensen zeiden dat ik niet kon. Ja. Ik zei, hier deze voor jullie. Ik was echt heel... Juist. En op een gegeven moment, ik was gewoon moe. Ja. Want klinkt ook vermoeiend, hoor. Het was fucking vermoeiend. Het was fucking vermoeiend. En ook die periode, waar had ik ook wat emotionele klappen, kreeg ik. En ik zei tegen mensen van, het gaat niet goed. Huilend. Echt, maar echt huilen. Mm-hmm. Ik had ook liefdesverdriet in die periode. En ja, mensen zeiden gewoon dit tegen mij. Maar, kijk wat je hebt, geen begrip. Zo knap. Geen begrip. Je hebt een auto, je hebt een huisje. Je doet leuke dingen. Je doet leuke dingen. Ze zeiden nog net niet, waarom zei ik je? Juist. Nog net niet. Ja. En hoe meer ik probeerde te zeggen, het gaat niet goed. En hoe meer mensen gewoon de deur in mijn gezicht deden van, ze zeiden letterlijk, maar jij bent Ima. Mm-hmm. Alsof mijn naam synoniem was met een soort onbreekbare vrouw. Ja. En toen dacht ik, ik wil dit niet meer, man. Hey, fuck dit, fuck de acteercarrière, fuck alles, fuck het gewoon. Ik wilde niet meer. En ik wilde niet dood. Nee. Maar... Je blijft het benadrukken. Nee, ik blijf het benadrukken. Maar het had wel gekund. Ja, het had gekund. Mag ik zeggen hoe het klinkt? Hoe ik vind dat het klinkt? Want jij zegt, nee, ik wilde... het is niet dat ik er niet meer zijn, maar ik wilde iemand niet meer zijn. En dat klinkt alsof je zelf doorhebt van... En volgens mij is dat één stap voor dit. Nou, wat het was dat, zeg maar... En met dit bedoel ik het niet meer willen zijn. Nee, maar ik... Kijk, dat is dan die ram in mij. Ik ben te ijdel om zelfmoord te plegen. Is dat wel zo? Ik ben te ijdel voor die dingen. Maar wat er wel aan de hand was... Kijk, ik was heel destructief. Dus als ik al zou zijn dood gegaan... Dan zou ik niet zijn dood gegaan omdat ik dacht... Ik ga nu lekker zelfmoord plegen. Een levensstijl of alles wat je... Roekeloos. Ja, roekeloosheid. Roekeloos. Yes. Ik was... In die periode, dus toen ik ook gearresteerd werd. Wij zijn echt rammen, man. Rammen. Ik heb die zin ook uitgesproken voor de rechter. Ik zeg, ik ben geen alcoholist. Ik ben gewoon roekeloos. Geen grens. Ja. Ik ben in de test niet meteen slecht, man. Self-destructive. Ik was in die periode. Mm-hmm. Dus wanneer ik het benadruk van, ik wilde niet dood. Ik wilde niet dood, maar ik heb heel veel kans gehad om wel dood te gaan. Drunk driving. Ja. Ik ben een paar keer... Ik kreeg in die periode dat ik zo moe was, kreeg ik heel vaak blackouts. En daar raakte ik meer van in paniek. Dan dacht ik van, hoe de fuck ben ik hier gekomen? Weet je? Maar jij was op een plek, hoor. Ja. Wat je hier omschrijft. Ja, het was veel heftiger dan ik tot nu toe. Echt, het was heftig. Het is heftiger, ja. Nu... Maar het ding is, je moet... Kijk, en dat is dan inderdaad die niet tactiek, maar wat laat je wel weten en wat niet. Want eerlijk... Wat hebben mensen als boodschap aan? De kern is, ik heb iets gedaan wat illegaal was. En wat? Hè? Wacht even. Nu heb je het over... Ja, over die. Dus, want niet iedereen kent het verhaal, hè? Nou, oké. Okay. Dus ik heb 2 jaar geleden... Of wil jij het zeggen? Ik wil het vertellen omdat... Ik weet je waarom ik het wil vertellen? Je hebt het waarschijnlijk 1000 keer verteld. En ik wil het vertellen vanuit de point of view van het doe het als mij. Ja, misschien is dat beter. Want je hebt dit vaak verteld. Je hebt dit vaak verteld, neem ik aan. Op verschillende plekken. Mm. Jij werd dus gepakt met drugs... In België, op een festival, eindigde in de gevangenis. Mm. 2 maanden gezeten. That shit. Korte verhaal. Ja, maar check. Een hele mooie Dat is het verhaal. Hoe bereik mij dat? Ik hoor dat fijn... want ik zei inmiddels, vond je leuk? Hey, Pocky Chick. Hey, dit. Nee. Zij is een goede actrice. Dus ik ben... zij zit vast. En ik zeg je eerlijk, weet je wat ik dacht? Niet om vervelend te zijn, maar gewoon kip in een deel. Oeh, een geil wijf. Echt waar, dat is wat ik dacht. Dat is wat ik dacht. Dus, you bad. Ja, nee, maar zo van... Hey, tof man. Nog iets wat ik tof vind. Maar, dan ben ik dus gaan inlezen. Want jij komt hier lang en dan denk ik van... Oh nee, dit heeft echt een impact. En natuurlijk, die wereld kijkt er zo naar. Ja. Dus alles wat jij omschrijft, waarvoor je hebt gewerkt... Ja. En al die shit. Maar nog 1 stap daarvoor, wat je vandaag hebt gedeeld... Maar ook daar hoort dus ook bij depressie en geen zelfliefde. Ja. En willen bewijzen aan die gemeenschap, aan die mensen. Aan je vader noem je al een paar keer op.
Dat alles speelt dus bij jou. Ja, en dat ik gewoon die, inderdaad in die roekeloosheid ging. Dat ik dacht, hé. En alles waar dus waarvoor jij hebt gewerkt. Kapot. Dat is wat je. Dus wat ik probeer te zeggen is, daarom laat ik jou het verhaal niet. Je hebt het al 1000 keer verteld. Vond je samenvatting nice? Zo ervaar ik het. En ik moet dus achteraf zien van nee, it's some heavy shit. Want het plaatje is dat haar wereld die ze heeft gecreëerd. Mm. Want dat is al moeilijk, hè, voor een persoon. Mm-hmm. Veel mensen lukt dat niet. Je eigen wereld creëren. Mm. Is niet makkelijk. Nee. Hè? Dat jij wilt hoe het eruit ziet. Jij was jong meisje. Mm. Jij zegt, ik wil dit, je gaat me blazen, je gaat me hier zien. En het gebeurt allemaal. Yeah. Maar ten koste van wat? Juist. Dus die nadruk wat ik net gaf van ik wilde niet dood. Ik wilde niet dood, maar ik wilde niet aan shit denken. Dus die dag met wat ik op zak had en hoe ik van plan was om te vissen. Ik weet niet of ik het, of ik het had overleefd. Ja. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En dat heeft gewoon te maken met dat ik gewoon super roekeloos was. Mijn ontbijt was die dag een likje M met een vodkaatje. Ah. Wegspoelen. Ja. En dat ging zo, dat was om moet je nagaan hoe de rest van de dag eruit zag. En dan moet de dag nog beginnen. Ja. En zo begon mijn dag. Maar dan word je opgepakt. Is het niet eerst uit je roes komen van, hé, wacht, ik zit echt in de gevangenis. Ik heb echt een paar keer gedacht, ben ik fucking aan het hallucineren. Toen ik die gevangenis binnenkwam, hoorde ik in mijn hoofd, hoorde ik het deuntje van Celblokka. En dan heeft ze ook nog in een gevangenisserie gespeeld. Dus ik dacht zo, en ik dacht, ga je dit fucking menen, Emma? Wat is er? En ik probeerde heel de hele tijd een soort van zinnigheid in mezelf. Sorry, pardon. Ik probeerde heel de hele tijd een soort van zinnigheid in mezelf te praten. Van maar ik kon mezelf niet meer. Ik kon mezelf niet meer op de rails krijgen. Ja. Dus ook die 2 maanden dat ik daar was. Het was heftig, tuurlijk. En wat er daaromheen gebeurde was vooral heftig. Maar de rust die ik daar heb gevonden, dat ik echt eventjes... Die zou je niet krijgen. Nee, man. En je zou het jezelf ook niet gunnen als je kijkt hoe je leefde. Nee, even luister. Ik ben echt. Want mensen zeiden ook van, ja, was voor de money. Luister. Ze gaat iets zeggen, maar ze bedoelt het bescheiden. Go. Luister, ik ben... Het was absoluut misschien voor spanning en absoluut voor... Oh, ik dacht, je gaat zeggen, ik heb die money niet nodig. Ja, maar toen je dat zei... Ik die intro. Nee, ik weet niet wat je dat zei. De rustdag. Nee, maar laat ik het zo zeggen. Ja. Kijk, ik moet, soms moet ik al een beetje lachen, denk ik, van... Oké, het was wel een nice prijs. 8 pillen voor een barkie. Oh, vissen. Maar... Waar was dat? Dat was de war. Maar, denk ik van ja... Daar hoef ik het niet en, voor en, te doen. En als ik naar jouw verhaal... Als ik naar jouw verhaal... Je hoort ook, het ging om spanning. Het ging om vluchten van iets. En me gewoon misdragen. Ik wil me gewoon misdragen. Kijk, in mijn... Maar dus hoe lang was je al bezig met jezelf misdragen? Nou ja... Qua drugsgebruik? Nee, qua drugsgebruik. Nee, of het nou drugs is, drank, verkeerde vriendjes, verkeerde vrienden, verkeerde levensstijl. Nee, en dat is dus het ding. Dus heel die hele tijd in die periode, mijn enige uitlaatklep waren de feestjes. Oké. Als je vrij bent, dan is het... Dan was het een feestje. Mm-hmm. En daar kon ik het doen omdat er daar geen oordeel was. Iedereen daar is eraf. Niemand gaat jou oordeel. Dus die feestjes waren mijn veilige haven om mij te misdragen. Daarbuiten was ik altijd... Is grappig, want ik hoor dat mijn stem nu even verandert. Ik ga weer even in een soort van die nette... ik voel ook mijn lijf zo. Dit was Emma. Maar dit is Gilly's love line. Ja. Maar ik bedoel meer van... Ik registreer dat ik even... En omdat ik... Als ik dan praat over die periode, dan... Dat de actrice in mij, dan reageert mijn lijf. Dus ik voelde mijn lijf reageren naar de persoon die ik projecteerde in die periode. En dat was... Daar moest ik ook in de gevangenis moest ik daar veel aan denken. Ik dacht van ja, inderdaad. Mensen waren heel erg zo van... Ja, maar ze is altijd goed lachs. Ik was ook altijd goed lachs. Altijd ja. Mm-hmm. Maar van binnen was ik boos. Ik was woest. Ja. Ik was woest om shit wat om me heen gebeurde. Ik was woest als ik weer een berichtje kreeg. Moest je daarom pauzeren toen ik het had over fakeness? Om bijvoorbeeld dit, dat je denkt van... Hé, ik doe zo, maar van binnen... Ben ik woest. Ik zet een masker op. Voor survival. Ja, maar dat was zeg maar ook mijn... Als je dan zo'n vraag stelt, dan... Tuurlijk, ik kan een beschouwing gaan geven over hoe de entertainmentindustrie erin zit. Maar ik vind het... Je houdt bij jezelf. Ik houd bij mezelf. En denk ik, oké, maar in welke mate ben ik fake? Ja. En dat was dan de associatie die ik ermee kreeg. Toen zei, dacht van, ja, maar... True to yourself. Hey, we praten makkelijk, hè. Van, ja, true to yourself. Ja. Ja, je moet je eigen route volgen. Nee, man. Ik heb het afgelopen jaar... Heb ik zoveel...
dingen afgelopen 2 jaar sinds Tomorrowland en dat ik tussen dat ik in de gevangenis heb gezeten en therapie, ben echt in grondige therapie gaan, dat ik ook op een gegeven moment tegen mezelf moest zeggen, want ik heb vaker geprobeerd in therapie te gaan, maar dan kom je bij iemand en dan stelt iemand deze vraag, een Hollandse persoon die je zegt, ja, en ben je hier, ken jij je vader? Oh, dat is, oh ja. Yo. Oké, ik zeg. Was dat je eerste keer therapie? Nee, dus een poging. Dat was je eerste poging. Ja, dus het is een van de. Weet je waarom ik dat vraag? Weet je waarom ik daar gelijk op inhaak? Want therapie is cool, alleen je moet de juiste vinden. En dat is moeilijk. En helemaal als je een van ons bent, dan krijg je dus zo'n vraag van iemand die niet eens. Die niet snapt, maar die helemaal gewoon, niet snapt. Ja, maar dat mag toch niet? Want die komt al judgmental van: ken jij je vader? Dus ken jij je. Want dan ben je geen goede therapeut. Ik ben geen goede therapeut. Dus ik heb een paar keer gehad dat ik. Want ik wist al dat ik een beetje. Maar knopjes los zat en dat ik aan mezelf moest werken. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je ook net iemand vinden die. Ja, dat moet klikken, hè? Ja, dat moet klikken. Plus, weet je, ik heb zelf een opleiding gedaan, maatschappelijk werk en dienstverlening. Ja. Dus ik weet al wat van gesprekstechnieken. Ja. Dus als je komt met bepaalde trucjes bij mij. Ja. Dus ik zeg al aan het begin, zeg ik al, luister dan. Mm-hmm. Mijn werk is acteren. Ja. Ik heb heel veel trainingen gegeven aan hulpverleners. Mm-hmm. En ik heb heel veel zelfkennis. Alleen blijkbaar met die zelfkennis lukt het me niet om mezelf uit bepaalde patronen te halen. Ja. Help. En als iemand dan tegen mij zegt, zo, wat goed dat je zoveel zelfkennis hebt, neem ik jou al niet meer serieus. Want jij neemt mij niet serieus. Ik heb je net uitgelegd dat ik 4 jaar een opleiding heb gedaan. Ja. Waarin ik alleen maar mezelf het moest onderzoeken. Ik heb werk waarin ik de hele tijd mezelf moet onderzoeken. Mm. Jouw compliment is, nou, goed dat je jezelf. Je gaat mij niet kunnen. Maar goed, lang verhaal kort. Ja. Mijn huidige therapeut, God bless her. Zij is. Je hebt er gevonden, oké. Fantastisch. Okay, dope. Is fantastisch. En zij is ook no nonsense. Zeg, Emma, dit was toch. Kan ik gewoon zo. Dit was. Emma, maar. Oké. She can call you out on your bullshit. She calls me out on bullshit. But like, really calls me out. And sometimes, weet je toch, soms wanneer dingen. Wanneer ik denk dat het bullshit is, dan zeg ik. Het is gewoon normaal. Ja, don't be so hard on yourself. Ja, zegt Im, laat het gewoon. Ja. En ik ben zoveel relaxter geworden. Ik ben niet meer bezig met de hele tijd van het bewijzen. De hele tijd haantje de voorste. Ik zit zoveel lekkerder in mijn vel. Mm-hmm. Als mensen naar me toe komen. Weet je ook dat jij net zei van alleen maar nette mensen. Ik snap je gewoon. Ik hoor je gewoon. En we praten erover. Ja, en niet dat er een soort dolk in mijn hart. Van, nee, mensen zijn niet. Dat op mijn. Ja. Als mensen nu naar mij toe komen. En het is heel grappig. Ik heb nu nog meer love gekregen dan daarvoor. Soms voel ik me er schuldig om, denk ik. Wat bedoel je? Sinds jij hebt vastgezeten? Sinds je vastgezeten! Ja. Dat zei ik toch. Ja, maar ik zeg je eerlijk. Ik had zoiets van, hey, wauw, geil wijf. Maar serieus. Er zijn heel veel guys die naar mij toe dat komen. Dat is deze van, doelgroep. Ja, maar echt dat ik dacht, wauw. Nee, maar, is, dus dat, dus, dat maar even al, los van het grappige en shit. Ja, we zijn gewoon niet judgmental. Can you make a mistake? Nee, klaar. Deal with it. Ja. Don't do the crime if you can do the time. En, jij lijkt al die stappen te maken. Therapie, voetenkleed en al die shit. Ja, man. En ik had ook zoiets. En dat is ook wel iets wat me toen wel recht heeft gehouden. Dat ik wel zoiets had van, tuurlijk vond ik het moeilijk. En ik vond het ook heftig dat het zo groot werd gemaakt. Maar elke keer moest ik tegen mezelf zeggen, Je wilt toch kapot maken? Dit komt toch zo'n grote bek? Je wilt toch zo stoer doen? Ik wil alles kapot maken. Kijk met je bek wat je hebt gedaan. Je wilt alles kapot maken. Dus je wil liever in een gevangenis zitten dan dat jij op een troon. Je bent de god, maar je hebt op een fucking troon geplaatst van de hoogste status. Mm-hmm. Iedereen kijkt naar je op en jij wil jezelf verlagen, toch? Ga lekker. Juist. En ik moest echt, het was hard, hè? Want het lag, elke keer als ik die pijn had van, ja, maar de media. Nee, niet de media. Nee, want jij hebt de tools gegeven, toch? Zodat zij hun shit kunnen praten zoals ze praten. Begrijp je? Mijn moeder heeft. Je weet hoe wij blakkamans de opvoeding. Mm-hmm. Ik heb altijd in gebruiksaanwijzing. Luister dan. Geef die mensen geen shit om te praten. Doe het niet. Je gaat 10 keer harder aangepakt worden. Juist. Begrijp je? Juist. En dan heb ik dat toch gedaan. Kijk, binnenin mijn persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Heb ik wel het idee dat het moest gebeuren. Hetgeen wat ik moest leren in mijn leven. Juist loslaten. Juist. Gaan echt gaan loslaten om heet het andere mensen te willen pleasen. Mm-hmm. Als je zo hard op je bek gaat en zo hard juist alles kapot maakt. Ja. Want dat was ook wel toen ik in gevangenis zat, dat ik zo af en toe, ik keek zo. En sommige momenten dacht ik echt, wow, I really fucked up. En andere momenten was ik zo opgelucht. Ik was echt opgelucht. Ik dacht, oh ja. Yes, ik hoef niet meer die perfecte Die girl. Druk en al die dingen. Ik dacht, yes, ik hoef niet meer die
perfect soort van die Surinaamse vrouw die altijd zo netjes praat en zo leuk en zo welbespraakt en intelligente dingen zegt. Weet je hoe? Ze hadden me gevraagd een paar jaar geleden voor De Wereld Draait Door. Mm-hmm. Om tafeldame. Okay. Ik heb het niet gedaan. Ik was doodsbang. Ik dacht, nou, gaat iedereen... Oh, weet toch? Nee, want dan moet ik representen en iedereen... En weet je hoeveel kansen ik heb laten liggen? Omdat ik heel de tijd die druk voelde van, nou, maar straks ben ik het niet goed genoeg. En ik wil dat mensen, weet je, trots op me zijn. En je gaat ook ergens, ga je op een gegeven moment niet meer buiten je comfortzone. Omdat je, hoe hoger je komt, hoe meer je te verliezen hebt. Mm-hmm. En dat was ook het rare van die situatie. Dat toen ik alles verloor... Mm-hmm. Het was ook... Het was heel... Opluchting. Echt een opluchting. Schouders. Ja, en het was echt van... Ik kan me wel daar iets bij voorstellen. Ja. Want hoe jij omschrijft het goed, dat is die Tori. Ik denk ook dat als mensen dit zien en mensen die dus een oordeel hadden... door alleen naar de mensen of door wat dan ook... of omdat je vast hebt gezeten, welk oordeel dan ook... je laat goed zien van, hey, dit is hoe ik me voelde. Hiermee zat ik mee. Praten niet goed of shit, maar dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Doe ermee wat je wilt. Ik kies hier dan, of ik heb het al op andere plekken gedaan... maar ik zeg hier, dit is het. Ja. Klaar. En om weer het brugje te maken, want daar begonnen we ergens. Het brugje naar zelfliefde. Juist. Hey, afgelopen jaar ben ik daarin gaan investeren. Ik ben bepaalde overtuigingen ben ik gaan onderzoeken. Ik ben gaan kijken van, oké, je hebt heel veel boosheid naar gemeenschap, van je vader, naar andere mensen. Maar waar komt het nou echt vandaan? En wat kun jij veranderen in jezelf? Ik kan het van mijn vader vragen dat hij op een bepaalde manier zich naar mij moet opstellen. Ja, of ik kan gewoon accepteren dat hij echt accepteert dat hij is wie hij is. En hem bijvoorbeeld ook loslaten. En ook bijvoorbeeld zeggen van nee, ik ga niet meer die strijd aan om een soort van zijn goedkeuring te krijgen. En om een soort van de perfecte dochter voor hem te zijn. Wat verwacht jouw vader dan? Nou, als het aan mijn vader zou liggen. Mijn vader is heel christelijk. Oké, dus dat is het. Ja, mijn vader is heel christelijk en... heel oud en heel ouderwets. Hij is echt heel oud, hij is 92. Dus ouderwets, ja. En heel erg christelijk en gelovig in dit geval. Maar ook echt heftig gelovig. Als het aan hem lag, dan zou ik sowieso het duivelse werk van acteren niet doen. Want ze allemaal zaten dat alleen die al. Daar zijn. Ja. Waarom ben je niet getrouwd met een leuke gelovige man? En weet toch, ga je me nog kleinkinderen geven of wat? Leuk en gelovig. Hij vraagt veel hoor, sorry. Veel niet. Of leuk of gelovig. Ja, nee. Allee, mooi. Maar weet je, en wat ik ook deed in mijn carrière. Ja. Mm-hmm. Dat voor hem betekent niks, hè. Maar dat deed me zo'n pijn. Dat ik dacht, elke keer als ook mensen naar mij toe kwamen en zeiden van... Hey, ik heb echt respect voor jou, dacht ik. Ja. Ik wil respect van... Dus het deed mij pijn van... Hoe kan het dat vreemde mensen meer respect voor mij hebben... en mij meer waarderen, meer erkenning aan mij geven dan mijn eigen vader? Snap je wel wat ik aan het doen ben op de Nederlandse televisie? Mm-hmm. Pa. Yeah. Weet je, of dan deed ik iets, zei hij... Nou, dat is wel leuk. Ja. Maar de dochter van die dominee... Die is arts geworden onlangs. En dan ging mijn oog zo. Ja. Dacht ik, ik ben geen fucking arts. Maar ik doe ook goede dingen. Maar daar werd je rebels, neem ik aan. Maar dat is het. Heb je Tomorrow Lessing, Gonaga, Heerbaga? Weet je hoe je echt een christelijke persoon echt kan fokken? Of een gelovig persoon? Nu ga ik een of ander therapeut spelen. Maar voor mij klinkt het alsof jij zegt, Luku, in Suriname, daar waar ik me zo heb gevoeld, is dit allemaal begonnen, denk ik, het vuur. Ja. Maar is het niet eerder begonnen met je vader? Ja, sowieso. Sowieso, maar ja, toch? Dus het is een combinatie. Het is een combinatie van je nergens echt thuis voelen. En dan ga ik weer die koppeling maken naar dat stukje zelfliefde. Ik was de hele tijd aan het vluchten van mezelf. Ja. Dus mijn eigen gedachten, mijn eigen pijnen. Vluchten in feesten, vluchten in contacten, vluchten in broeia. Gewoon de drukte. Want dan hoef je niet bij jezelf te komen, hoef je niet zelf na te denken. En juist. Afgelopen 2 jaar... ben ik sowieso dan in de gevangenis mee begonnen... met dat ik gewoon niet... ik kon nergens naartoe. De deur gaat dicht. Ik ben daar niet zelf in gedachten. Schriftjes schrijven. En ik ben gewoon echt mijn gedachten gaan onderzoeken. Ik ben ook in mijn binnenste... ook gaan kijken van bepaalde dingen... bepaalde overtuigingen. Ook bijvoorbeeld de overtuiging van... ik moet representen. Is mij met de paplepel ingegoten. Hè? Ja, weet toch, wanneer je hier naar buiten gaat... je bent niet alleen voor jezelf buiten. Weet toch, iedereen kijkt naar ons. Ik ben daar niet meer mee bezig. Het interesseert mij niet als mensen naar mij kijken omdat ik zwart ben of niet. Ik ben daar niet. Ik heb voor mezelf gekozen dat ik daar niet meer mee bezig wil zijn. Waarom? Het is iets wat mij niet. Het lift mij niet. Het drukt mij naar beneden. Juist. Het maakt dat wanneer ik ergens ben en iemand
test mij of zo. Mm-hmm. Dat ik dan twee keer moet nadenken voordat ik iets zeg. Want, oh ja, ik represent. Luister, als jij tegen mij fok op doet, mm-hmm. gaat deze ram tegen jou... Ga je rammen. Dus ik ga niet meer nadenken van, nee, maar... ik ben actrice en als ik nu een fout... Fuck dat. Ja. Fuck dat. En die bevrijding van niet meer de good girl moeten zijn... of niet meer een soort van voorbeeldfunctie. Of ik heb nog steeds een voorbeeldfunctie, maar op een andere manier. Ja. Ik heb ook zoiets van... Kijk, ik snap dat voor sommige mensen dat zoiets van... Ja, ik hoef van nooit meer. Dat kan. Ik ben heel dankbaar voor de mensen die zijn gebleven. Ik ben heel dankbaar voor de mensen die erbij zijn gekomen. Er zijn ook heel veel mensen bijgekomen. Heb jij zelf mensen gescot en situaties jouw... Mijn kring is super klein. Mijn kring is super geworden? Klein. Ja, ja, ja. Okay. Dus kring is super klein. Mijn kring is super klein. Ja, man. En heel, heel prettig. Ik heb een paar vrienden. We hebben gewoon hele strakke afspraken met elkaar. Mm-hmm. Dus wacht even. Sorry. Dus het is goed wat ik hoor. Want wat ik hoor, daarom wil ik je stoppen. Want ik wil dat jij het hoort. Ik zie dat jij zelfliefde op nummer 1 hebt gezet. Waarbij dat niet eens bestond in je leven, volgens mij. Voordat je hebt meegemaakt wat je allemaal hebt meegemaakt. Veel minder. Veel en je minder. Bent bewust. Je werkt daaraan. Heb dus mensen gescoord. Kleine kring. Ja. Good for you. Ja, man. En ik ben lekker met mijn familie. Ook, weet je, met die lockdown. Lekker met de familie. Lekker vreten. Heerlijk. En spelletjes doen. En ja. Weet je toch, ik spreek mijn zusje elke dag. Onze band is ook echt super sterk. Dus het beste antwoord op een simpele vraag als... Ima, hoe gaat het met je? Ja, goed, man. Ja. Okay. Ja, goed. Goed. Never been better. En echt. Echt. Never been better. Ik, hoe meer ik afstand neem van alles wat er is gebeurd... En met afstand bedoel ik gewoon de tijd. Letterlijk de tijd dat het zo steeds naar achter gaat. Hoe meer ik zo kijk en denk ik... Jeetje, Mina, dat is echt het eerste deel van mijn leven... Heel intens en jeetje, wat heb ik mij veel zorgen gemaakt om dingen die misschien helemaal niet zo belangrijk waren. Die er niet toe doen eigenlijk, hè? Die er niet toe doen. Of nou ja, ik ben dankbaar voor het vuur dat inderdaad ook mij zo ver heeft gebracht. Hmm. En uiteindelijk ook alles verbrand heeft. Maar ik ben ook heel dankbaar voor waar ik nu sta en dat ik gewoon denk, okay, wat wil ik nou echt? Wat is belangrijk? En waar wil ik aan werken? En ik heb genoeg om aan te werken. Ik heb genoeg om aan te werken. Maar het werken zit hem niet meer in kracht. Van, dingen laten zien. Ga weet dit doen. Ga dat doen. Zus doen. Nee. En dingen forceren. Dingen forceren. Voor mij zit nog meer werk in. Okay, kwetsbaar gaan opstellen. Mm-hmm. Misschien wordt het inderdaad wel tijd voor ook een serieuze relatie. Weet je wel? En misschien ook serieus gaan kijken van okay, ik heb geen kinderen. Ik wil best wel... Hou je punt. We gaan break. Scorpio's die zijn die gevangen. Nee, die zijn niet boe, hè? Oh, nee, Scorpio's. Zijn paddy en dat soort dingen. Heb ik allemaal hier geleerd, hè? Ja, Scorpio's zijn nog paddier dan die guy waar ik mee ging. Ja. Die guy waar ik mee ging was ook wel van een soort soft type. Ja. Die zijn harde buitenkant, softe binnenkant. Maar Scorpio's zijn fok op aan die manier steken, toch? Ja. We zijn lekker diep gegaan over zelfliefde. And I love it. And I appreciate je openheid. Want ik weet zeker dat mensen hiernaar kijken en daar iets aan hebben. En nee, tuurlijk, want je gaat gedetailleerd vertellen, hè, hoe je daar kwam, de bron en al die dingen. En dat moet herkenbaar zijn. Zelf, ik heb sommige dingen gehoord en ik reageer daar niet op. Maar dat ik zie van, oh ja, er is altijd een bron. Mm. Er is altijd een bron. En dat self-destructive is super herkenbaar. Roekeloos. Ja. Roekeloos, ja. But you've survived, you look better than ever. By the way, en ik ben waarschijnlijk niet de enige die dat tegen je heeft gezegd. Of wel? Ik krijg... Zeg maar wanneer jij het zegt, heeft het waarde. Ja, maar wanneer jij het zegt, heeft het waarde. Piep, I got you. Nee, check, so I want to lighten up the mood, ja? Een beetje. Want jij zei al, en misschien is dat de reden dat het... Of misschien is het nu tijd voor een serieuze relatie. Dus in jouw leven... Heb je nooit een relatie gehad waarvan je zegt van, dat was een goede relatie. Of dat was dat ik zeg van, ja, dat was een waardevolle relatie. Een gezonde relatie. Heb je dat gehad? Ik denk dat alle relaties wel waardevol zijn geweest. Maar zijn ze gezond relatie, geweest allemaal? Als je kijkt met de ogen van dat moment zelf. Ja, was het wel okay, was het wel goed of zo. Maar nee, maar snap je, ik vind het zo...
Kijk, als ik nu terugkijk op andere dingen, denk ik zo, damn. Maar op dat moment was het voor mij logisch. Op dat moment was het voor mij goed. Was voor mij goed en juist. Dus ik heb in ieder geval niet op dit moment een relatie met een partner, potentiële partner, dat ik denk van zo, laten we wat gaan opbouwen. Heb je daar nu wel behoefte aan? In deze fase van je leven? Goed dat je dat vraagt. Ja en nee. Ja en nee. Doe nou zo ram, hè? Praat gewoon straight. Als je eerlijk bent, heb je daar behoefte aan? Nou, want je hebt over nagedacht, zie ik. Dat je dacht van, you know what? Misschien. Nee, maar ik kijk, ik ben ook 36, hè? Ja. Dus leuk dat ik in de bloei van mijn leven sta en dat ik me super happy de peppy voel. Kijk, die vrouwen in onze familie krijgen tot laat kinderen. Oh, dat is je goed. Ja, maar weet toch, je moet ook niet te veel gaan lopen echt de grens testen. Opzoeken. Ga ook niet te veel testen. Ik zou Want je hebt wel een kinderwens. Ja, ik zou het wel tof vinden. Dat is wel een beetje, ja, mijn narcisme, man. Ik zou wel leuk vinden, zo'n dochtertje zo met mijn hoofd. Oh my god, wat lijkt op mij. Ima, de betere versie. Snap je? Ik ga je alles geven wat ik zelf niet heb gehad. Nee, maar ik zou het wel tof vinden om een kindje. En ik denk... Zei je nou Gilietje? Nee, een kindje. Oh, een kindje, sorry. Ik hoor wat ik wil horen, blijkbaar. Ja? Nee, maar ik zou het wel tof vinden om een kindje. Of weet je, twee kindjes. Dat zou ik wel echt mooi vinden. Ik denk dat dat voor mij een ontwikkeling en mijn persoonlijkheid... Ja. Niet dat de hele wereld de hele dag... Ik heb best wel een egoïstisch leven. Hè? Ik ben actrice. Ja. En overal waar ik kom gaat het over mij. Juist. En dat is tot een bepaalde hoogte. Hey, maar je bent er bewust van. Dus ja, dat dan weer wel. Jawel, dat wel. Maar... Want dat maakt je dan geen narcist. Dat je er bewust van bent. Want narcisten, die gaan ervan uit dat het over hun gaat. Alles. Laten we zeggen narcistische trekken. Trekjes, hè? Lichtjes. Nee, maar het gaat altijd om mij. Ja. Heel vaak gaat het om mij. Mm-hmm. En ik zou het... Ik denk dat het heel tof gaat zijn om... dan wel met een nanny erbij. dat het meer om iemand anders gaat. Ja. Dat je leven moet gaan inrichten op iemand anders. Oké, maar dat is kinderwens. Maar in een relatie is dat dus een wens. Een serieuze relatie. Dat je zegt van... Ik kan op jou bouwen. Ja. Jij kan op mij bouwen. Je hebt al laten zien hoe je denkt in het begin. Dus volgens mij ben je ook iemand waarop je kan bouwen. Dit keer... krijg je niet bare minimum, maar je krijgt hem echt terug. Ja. En Ima, je kan op mij bouwen. Ja, dat zou wel echt nice zijn. Zie je, je ziet hem, hè? Ja, je verdient het, verdien je het. Ik vind wel dat ik het verdien, maar ik denk wel ook... en dat is zeg maar de fase waar ik in zit... met het steeds opnieuw... hoe zeg je dat? Dus ik onderzoek steeds bepaalde overtuigingen die ik heb. Je hebt bijvoorbeeld, een bepaalde type... guy, dat die mij niet leuk zou vinden of zo. Maar dat zijn overtuigingen die je dan op de middelbare school of op de basisschool heb je die meegenomen. Ah. En in je volwassen leven onbewust denk je dan, oh ja... Je neemt dat ook mee in je calculatie. Ja, je neemt je calculatie. En wat ik op een gegeven moment... Dat is ook een van de dingen die ik afgelopen jaren heb onderzocht. Ik dacht van, hey, donder op met je zielig doenerij van, ja... ik zeg maar wat, bepaalde donkere jongens vallen niet op mij, want oh ja, ze vinden me te tata of ze vinden me dit of dat. Ik dacht bij mezelf, nee, Im. Zolang jij zo blijft kijken, alles. Dat is de belangrijkste les van de afgelopen 2 jaar. Alles is perceptie. Alles. Jij zit constant, in spiegeling. Ik wist het al, maar nu is het nog dieper. Ja, hè? Ja, ja. Dus constant heb je die spiegeling. Als ik die overtuiging heb dat, zeg maar wat, dat jouw type bijvoorbeeld niet op mij valt. Ook al maak jij nu grapjes met mij. Mm-hmm. Ik ga het niet decoderen. Ik ga het niet aannemen als een... flirt. Waardoor er nooit chemie kan zijn, omdat jij sowieso het zelf al blokkeert. Wat ik blokkeer, want ik kijk naar jou en je maakt de move en ik denk, hij maakt foto's, bro. Ja. Begrijp je? Maar het zit in mij. Oh nee, don't bro me. Ik klap je box weg. I get it. Maar dat is het. Oh, maar je bent er bewust van, zie je? Ja, maar dat is goed. Dat is die groei, dus waarschijnlijk. Absoluut. Maar ik ben ook altijd bezig met filosoferen en zelfkennis en groei. Maar die realisatie, die was voor mij ook... Hij was heel hard, want het is ook die shadow work toch van... Bitch, it's not them, it's you. Ja. En alles. Dat deed me echt pijn. Ja. Maar het was ook goed hoor. Mm. Maar steeds die spiegel van nee. Ja. Hij is niet je vader. Het is niet die mensen. Het is gewoon, wat geloof jij? En
als je nieuwe stappen wil gaan maken in je leven, dan is het belangrijk dat je steeds gaat onderzoeken, oké, wat zit er in mijn onderbewustzijn? Wat zit daaronder? Welke overtuigingen heb ik die mij niet meer helpen? Kijk, heel veel overtuigingen hebben mij ook heel ver gebracht. Hè? Juist. Een bepaalde, ook bijvoorbeeld die bewijsdrang, of juist die bewijsdrang. Als, maar dat heeft zijn werk al gedaan. Tijd voor nieuwe overtuigingen. En daar was jij mee bezig. Ja, man. En ook, weet je, bepaalde patronen heb je ook ver gebracht. Ook bijvoorbeeld een bepaalde hardheid die ik kan hebben. Of een bepaalde van, dit gaat niet werken. Andele. Weet je, het werkt in heel veel dingen, maar niet in alles. En ik probeer voor mezelf, oké, aan de ene kant zeggen ze never change your winning team. Maar aan de andere kant moet je soms ook nieuwe dingen proberen om nieuwe resultaten te bereiken. Nee man, weet je wat ik, de laatste jaren al wat ik weet? Ja. Want vroeger vond ik het dope om te zeggen, er is niets aan mij veranderd. Ik ben even real, nog steeds stil van de hoed. Deze burgemeester van Schilderswijk, al dat soort takkies. Ja. Nu. Het is heerlijk om te zeggen, hey, ik ben veranderd. Ja, man. Mensen zeggen toch, vroeger was je niet zo. Heb je ergens spijt van? Nee, anders zou dingen niet eruit. Weet je van hoeveel dingen ik spijt heb? Ja. Ik heb van zoveel dingen spijt en ik ben om in veranderd, kan ik vertellen, met trots. Dat vind ik echt, dat vind ik heel leuk om te horen. Ik ben ook leuk. Dan? Ja, maar ik vind het ook leuk die introductie die je erbij geeft. Ik heb dat altijd al een heel vervelend iets gevonden. Als mensen zeggen, ik zei, wat is echt anders? Godzijdank anders ben. Hoe ga je... Ik ken mensen, ik ga niet echt met ze om of zo, maar soms kom ik dan iemand tegen van de basisschool, van de middelbare. Juist. En dan komen ze zelfs met bepaalde woorden zo. Dat is die spiegel, dan denk je van, hé. Hoe kan je... Je bent echt blijven hangen, man. Luister, weet je wat mijn grootste nachtmerrie is? En soms zie je toch van... Zie je wel eens mensen en dan... Weet toch, wanneer we op een gegeven moment richting de 40 gaan, richting die 50... gebeurt gewoon, dat is nou eenmaal de circle of life, dat je op een gegeven moment ga je stoppen. Als je niet zelf heel dat je best doet van, ontwikkel, ga je stoppen. Je make-up blijft hetzelfde, dat zie je bij veel vrouwen. Of je haar, ik probeer elke maar je zegt, worden ze oud en met diezelfde, deze tory zo. In hun tijd was dit in. En nog steeds. Ik zeg eerlijk, ik heb deze ook al jaren. Of die rand om die lip. Grandma, oma met die rand om die lip. Snap je? Maar het is van een bepaalde tijd, maar zo is het ook met mindset. We zitten... Weet je, op een gegeven moment heb je bepaalde overtuigingen. Ja. En zeg je, nou, maar het is gewoon zo en niet anders. Terwijl, nee, blijf je gedachten vernieuwen. Blijf gewoon je gedachten vernieuwen. Blijf kijken, oké, wat voor nieuwe informatie komt erbij? 10 jaar geleden, mijn nichtje, 15 jaar geleden was mijn nichtje, was vegetarisch. Wij wilden haar uit de familie gooien. Wij zijn Surinamers. En terecht. Wij eten kip. Hé, wat kom met je vinger? Stel je aan. Ik wil je eens te aanstellen. Ik ben met mijn heren. Goed doe. Je weet toch? En nu? Ja. Weet je, je leert meer. Je leert dingen. Nu begrijp je. Snap je? Je denkt van, kijk, ik ga nog steeds... Ik zie mezelf nog steeds niet helemaal. Nee, maar je bent in ieder geval... ik ben anders. Ik ook, hoor. Ik probeer het dan. Het speelt hier. Want mensen met reuma en al die ziektes die wij hebben... Die ziektes. Yin-yang heeft er ook mee te maken. Alles. Ja. Dus je gaat... Weet je, je verandert. En iets waar je zo makkelijk moet zeggen... Nee, het is dit of het is dat. Nee, blijf vragen stellen. Blijf kijken. Absoluut. Maar hoe zou het nog meer kunnen zijn? En ja, dat is gewoon een hele lekkere reis. Het is gewoon een hele lekkere reis. Het is heel flauw, maar... Ik zeg, alles is de waarheid en alles is de leugen. Het is allemaal perceptie en perspectief. Ja, true that. We hadden het net over, dus jij geeft al een beetje aan dat jij ergens een beetje zit van... Misschien is het tijd voor een echt serieuze relatie. En je zei ook iets moois, tenminste iets moois, helemaal niet moois. Maar ik dacht van, ik herken ook iets daar als therapeut die ik hier uithang. Net hadden we het of er al even over, maar heb je wel eens iemand geghost? Ja. Een man, hè? Ja. Iemand waarmee je in een flow zat en dan abrupt. Why? Omdat je het opeens niet voelde? Of waarom doen wij dat, wij rammen? Je ghost iemand, ging in een flow? Ja, als ik met iemand ben en ik merk... Voor mij is het niet hebben van zelfkennis echt een afknapper. Is echt een crazy afknapper. Goeie. Of als iemand... Ik vind kinderlijk / boefjes ondeugend gedrag vind ik wel leuk. Ja. Maar kinderachtig... Dat is wat anders. Vind ik niet zo flex, man. Ik een paddy en
Is dat kinderen achterin handelen of in uitspraken? Beide. Gewoon, weet toch, ik zie nu iemand voor me die echt... Weet toch zo... Ik wil in een relatie niet de meest zekere persoon zijn. Oké. Okay. Mijn man moet echt... Hij mag zelfs lichtelijk arrogant zijn. Daarom heb ik misschien eens grappig, want je zei net iets. Ik heb wel eens dat ik helaas in het verleden ook wel eens met narcisten heb gedate. Waarom? Omdat ze in ieder geval niet... Ja. Snap je? Dus soms niet onzeker. Ja, niet onzeker zijn. Op zijn minst. Op zijn minst niet. Oké, dan hebben ze weer andere gekke dingen. Ja, andere gekke dingen. Maar oeh, beter dan... Want dat is gewoon niet voor jou een onzekere man. Nee. Want het ding is, ik ben iemand... En dat is dan weer het ouderwetse. Ik ben iemand... Mijn energie is heel erg dit. Mm-hmm. Dus als een man daar niet tegen kan... En dat heb ik gehad in relaties. Dan ga ik mezelf klein maken. Ja, dat vind ik altijd eng als vrouwen dat doen. En dat doe ik. Ze voelen alsof ze dat moeten doen. Ja, maar snap je. En dus, die moet zich klein gaan maken. Juist. Nee. En het is heel grappig, want je vroeg ook net van... Ja, maar heb je geen relatie en zo? Ik denk dat mijn grootste angst is... dat ik mezelf weer klein moet maken. Voor een man. En het is niet eens zozeer dat die man het van mij vraagt. Maar ik weet... Ja, uit jezelf. Ik ga dat zelf doen. Ja. Want ik wil dat als ik met mijn mannetje binnenkom ergens... Mijn mannetje met mijn man... wil ik dat zijn borst naar voren staat en dat we lopen... en dat ik zo naast me loop met mijn hakjes. Ja. En dat hij gewoon trots is. Dat hij denkt van, hey, kijk, ik loop met haar. En niet dat hij om zich heen kijkt, oh, ga messen. Begrijp je? En het is toch... Ik probeer die overtuiging los te laten. Maar het is voor wat mijn ervaring is... dat het voor veel mannen toch een uitdaging is... dat ik een vrouw ben die op televisie komt. Ik ben, of ik nou wil of niet... ik ben een vrouw met een bepaalde status. Dus... mannen vinden het soms al interessant om überhaupt gewoon tegen mij te praten. Zodat ze tegen hun masker kunnen zeggen, ja, ik heb met haar gepraat. Toch, je weet toch, ja, ik heb met haar gepraat. Ja, joh. Dat voel je en dat merk je. En je ziet het soms letterlijk. Ik vind jouw persoonlijkheid echt heel leuk, hè? En wat jij hier omschrijft, don't face me a bit. Een man als mij zou het helemaal niets doen. Sterker nog, zodat je zegt, dat je luistert, je maakt film en zo is leuk, toch? Maar wij thuis gaan, kook je gewoon. Nee. Thuis gaan wij film maken. Ja, kijk. Ja. Maar dat is een manier... Maar dan kies je de verkeerde man. That wouldn't face me at all. Nou ja, maar... Wat vind je die? Maar, andere soort type man moet je kiezen maar, dan, hè? Dus daarom. Dus ik ben ook... Je weet toch, je bent ook weer opnieuw aan het kijken van... Oké, wie laat je toe en wie niet? Begrijp je? En want dat is het ding, hè? Ik ben geen slachtoffer. Alle mensen die jij toelaat in je leven, ik laat ze toe. Okay, de situaties die gebeuren, ik laat ze toe. Ja. Dus ik kan nu wel zeggen van... Ja, en ik heb ook wel eens met haar zuster geleden. Nee. Ja. Ik jij koos ervoor. Heb je niet gedwongen? Nobody forced me to do anything. Maar het is prettig dat je dan jezelf verder ontwikkelt. En dan op een gegeven moment ziet van... is dit wat het moet zijn? Toevallig zag ik vandaag op Instagram een tekst. Vond ik echt mooi. Zeg, volgens mij was het ongeveer zoiets. Je merkt dat je groeit als je toxiciteit niet meer als excitement ziet. En als heb ik ook gezien. Maar het is en als je rust... True, yeah. Ja, en als je rust... Nou, je merkt dat je volwassen wordt. Ja. Ja, klopt. Oh ja, die heb ik ook gezien. Ja, en dat je rust niet meer ziet als saai. En ik keek zo, ik dacht... ja man, word. Aangezien jij van leuke teksten houdt... Ja. In Gilly's Love Line... Ja. Ga ik altijd op zoek naar een liefdesquote... of een quote over liefdestekst of relaties. Ja. En daar wil ik dan op inzoomen... met mijn gast en dan horen wat zij daarvan vindt... of wat de reactie is. Ja. Ze zeggen namelijk... If you find yourself in the wrong story... Close the book and leave. Als je dat zo hoort, denk je herkenbaar? Of ja, klopt. Of ja, heb ik gedaan. Ik denk, I was in the wrong story. I closed the book and I did leave. Of ik... Ja, alle antwoorden die je gaf, kan ik me ergens in vinden. Ik denk dat het allemaal gaat over balans. Het valt me op dat... Dat we soms in deze tijd ook heel makkelijk kunnen zeggen... Hey, het werkt niet, ga weg. Mm. Loezoe. Mm-hmm. Weet je? Terwijl... Ik geloof echt wel dat je... Het is heel... Ja. Ik vind deze moeilijke. Waarom? Omdat ik zelf ook nog aan het zoeken ben van... Oké, ga je voor... Die guy die op alle manieren sparkelt. Of ga je gewoon voor een goed persoon waar je samen mee kan bouwen. En wij vrouwen hebben de
capaciteit om iemand van iemand te gaan kunnen houden die we leuk vinden. Ja. Mannen moeten echt verliefd zijn op een vrouw. Maar mijn vrouw zijn in staat om te denken, I like you. En dat je daarop door kan gaan. Aan de basis ben je goed, zal je goed voor me zijn. Ja, snap je? Maar jij zegt dat, sorry hoor, maar ik ben het niet mee eens hoor. Want ik vind juist het eerste voorbeeld wat je gaf, dat vrouwen geneigd zijn om daarvoor te gaan. Dus ja, nee, maar het kan allebei, maar meer in de zin van, we hebben dat is zoals ik zei, van we hebben het vermogen. Juist, dus, maar als je het inzet is wat anders. Ja, want ik bedoel, je hebt ook die verhalen van vrouwen die met een guy zijn. Ja. De hele dag zit die guy op PlayStation. Ja, maar wat bindt jullie? Ja. Ja, maar we hebben zulke geweldige seks. Ja, dag. Kijk, er is niets mis met een man die kinderen heeft. Hè? Er is niets mis. Maar ik ken veel vrouwen dat je denkt van, ik zeg je eerlijk, dat ik waar ik van onder de indruk misschien ben geweest. En dan zie je waarmee ze is geëindigd. En dan denk je, Bob, why? Klinkt bijna als een heden, maar dat je denkt, gewoon van, is gewoon onbegrip. Ja, maar why? Ja, ik... De keel met 5 kinderen, zij krijgt de 6e van hem. En uiteindelijk gaat hij naar een nieuwe babymama waar hij weer 2 nieuwe kinderen gaat. Maar denk je, maar naar Joannie. Ja, maar ik zeg je heel eerlijk, ik weet niet. En dat is die excitement, die toxic opzoeken. Ja, maar ik... Je doet net alsof je het ook hebt gedaan. Nee, maar ik zit er gelijk ook langs mijn cv te gaan. Ze komen allemaal voorbij. Ben ik ook wel eens in die situatie geweest. Nee, maar waarom ik zo aan het stotteren ben, is omdat ik er niet heel erg judgmental over wil zijn. Waarom? En dat merk ik, hè? Ja. Want je reageert hetzelfde als op de vraag van Fake. Ik zie, jij bent waarschijnlijk gegroeid hier naartoe. Dat je zegt van, listen, I'm not gonna go. Yeah, ik ga nadenken, kijken naar mezelf. Nee, zo ben ik altijd. Zo moet ik dan ben je altijd geweest. Dope kwaliteit. Maar het gaat me meer om van, kijk, dat is het. Je weet nooit wat de background story is van een persoon. Mm-hmm. En weet toch, mijn vriendin heeft die meid heel veel gedate. Of misschien heeft ze juist heel lang niet gedate. En dan komt een guy en hij kijkt je aan en hij raakt iets in je. En luister, voor een vrouw is geraakt worden door een man. Daar wilde ik het nog met je over hebben. Dus ik denk van, oh ja, als we toch over seks gaan hebben. Ik had laatst weer allemaal met vriendinnen gesprekken. En hebben echt veel vrouwen hebben echt slechte seks, hè. Goeie. Ja. Echt veel vrouwen hebben echt verschrikkelijk slechte seks. Maar ik wil iets terug gelijk kaatsen. Ja. Ik wil gelijk iets terug kaatsen. Ja, ram. Ja, maar weet je dat vrouwen ook niet heel veel bijzonders doen in bed? Het is heel moeilijk voor een man als mij, die heel seksueel is, een vrouw, I'm not talking about you blijkbaar, maar een vrouw te vinden waarvan je zegt van, zo, die wist echt wat ze deed. Ja. Want jullie, je zet nu die druk bij de man, maar jullie moeten ook aan het werk, hè? Nou ja, ik denk dat partners met elkaar gewoon aan het werken. Oh, nu zijn we. Nu is het nee, partner. Nee, nu is het gewoon, nee, hou het algemeen. Het begon over mannen. Kijk, je open gaat los alles. Nu gaat los alles. Nu ga ik het krijgen. Ja, let's go. Nee, maar ik weet alleen, ik hoor vaak, hoor ik mannen zeggen zo. Hey, maar ik lul. Terug. Wat zeiden die vrouwen? Dit is belangrijke informatie voor sommigen van jullie. I'm good. Dus de meeste vrouwen hebben slechte seks, is wat je zei. Ja. Je hoort alleen maar slechte seksverhalen. Niemand die zegt van, yo. Niet veel. Dus, dat is ook zoiets. Wat is slechte seks? Slechte seks is slechts seks waarbij je bijvoorbeeld je bent nog bezig op te starten en het is al voorbij. Dat is echt fucked up. Oh, dat het dus te kort doet, is wat je nu dat zegt. Dat bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld, een van de dingen, en er wordt ook niet echt veel over gesproken, maar het is wel zo. Kijk, we leven in een tijd waarin alles maar moet kunnen, alles mag. En vrouwen moeten super zijn, ook hyperseksueel, bla bla bla. Maar vrouwen doen alsof ze, net als een man, binnen 2 minuten like, super opgewonden kunnen zijn. Ja, als je bij een guy zo dit doet, ja, dan is hij gewoon sneller opgewonden. Als je bij een vrouw zo dit doet, dan. Nee. Wij moeten gewoon langer opstarten. En het ding is, soms willen we, dat is die fakeness weer. Dan wil je een soort van die hele mevrouw zijn. Of je wil die sexy girl zijn, je wil die geile girl zijn, terwijl je poes is nog droog. Doe rustig en ga samen dat spel van verleiding aan. Waarbij je ook die man ook niet al gelijk in jou laat komen. Maar maak het playful. Schat je nog niet. Ja, ja. Eventjes. Megado, en dan ben je ook nog actrice. Ja. Maar lijkt me een feestje hoor, met jou, by the way. Ik heb elke week ander haar. Dat sowieso. Maar jij, sorry hoor. Dus als ik naar jouw persoonlijkheid kijk, tot nu toe, wat je hebt gegeven, dan heb je ook heel vaak gefaked. En om diegene niet te kwetsen. Ja, wat is, kijk, je hebt faken in gradaties. Dus faken in bed bedoel ik, hè? Ja, ik snap het. Ja, okay. Maar je hebt faken in gradaties. Want kijk, op het moment dat
jij bent bijvoorbeeld, dat ook een geheimje wat film, maar soms ben je als vrouw ben je stiekem klaargekomen. En dan ben je klaargekomen en heb je geen zin meer. En denk ik, eens aan. Oké. En dan heb je juist misschien een guy die denkt, ja, nog door. Ja, nog door. Yo, kom gewoon klaar alsjeblieft. Ja, 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 ja. Maar ja, dat kan je niet zeggen. Of je kan ook niet ineens zo, ga van me af. Maar jij neemt nu het voorbeeld, ik ben klaargekomen. Maar deze is er ook, dat je het gewoon niks vindt. En dat je denkt, stop gewoon liever. Nee, maar als ik het echt niks vind en ik denk, stop gewoon liever. Zeg het gewoon. Is fire, man, maar dan ga dat ik, weet je, nee, maar weet je, kijk. Oh. Je stottert, hè? Ja, nee, ik stotter omdat ik zit te denken. Ze komen van, weer voorbij, hè? Nee, ja, ik zie al die gesprekken met meiden, weet je wel. Ja, okay. Dat als mannen, als vliegen. Het is een safe space, hè? I know. Okay. Dus dat is die stotter. Dat ik, ga ik het zeggen of niet? Luister, ja, ik hoop niet dat ik veel mannen hun hart ga breken met wat ik nu ga zeggen, maar mijn vrouwen hebben. En echt niet alleen ik, omdat ik actrice ben, maar wij vrouwen hebben echt wel genoeg kaarten zo op ons dek. Als je echt niet wil. Ja, ik moet gewoon denken aan mijn ex. Nee, het is gewoon, het is veel te snel. Oh, ja. Oh, ik ben toch ongesteld geworden. Oh, ik heb hoofdpijn. Allerlei dingen. Je gaat allerlei dingen. Plus, kijk, het ding is, ik merk dat je stil wordt. Dus nee. Je kind gaat omhoog. Bij mij gaat ook een rijtje voorbij nu, hè. Al die tijd. Oké, ja. Nee, maar. Het jammer is dat je. Het zou mooi zijn als we met ze. Dat je met je partner of partners. Een safe space kunt creëren. Waarbij op het moment dat de vrouw zegt: ik heb geen zin. Of op het moment dat die man zegt. Dat die man zegt, want mannen hebben soms ook juist geen zin. Net als die man zegt: van, hey, luister, schatje, vandaag niet. Belangrijk. Dat het niet gelijk een trip is. En dat het niet van hij gaat van, vreemd. Of je hebt al. Gelijk gezeik. Mensen moeten leren om hun met hun eigen ego aan de slag te gaan. En weet je over wie je het hebt? Je hebt het over een man. Dus echt een de go-getter man. De man die bezig is, druk. Ja, ja, ja. Misschien, weet je, het leven komt op. De wereld komt op hem af. Ja. Want wij hebben het ook zwaar, hè? Ja, hey. Vergis je niet, hè? Ik weet als man. Maar we hebben ook bepaalde soort druk. Ja. Bepaalde verwachtingen van ons. Van jullie. Je moet dit zijn, je moet dat hebben. Je moet zo shit. I'm trying. Je mag nergens zwak zijn. Waar mag je zwak zijn? Dus je, en dan kom kwetsbaar. Je thuis. Dan zou je kwetsbaar moeten kunnen zijn. Mm. Bij een goede partner, je vrouw. Maar dat kan ook niet, hè? Want jij houdt niet van onzekere mannen. Nee, maar er is een verschil tussen kwetsbaar en onzeker. Hè? Nee, wat onzeker lijkt. Dus jij kan het vertalen naar onzeker. Oké, jij herkent wel van. Schat, ik heb 4 jaar heb ik gedrag. En maatschappelijk mijn werk, achter mijn werk iets, is gedrag. Hè? Okay. Dus ik ken echt wel het verschil tussen mijn mannetje die thuis komt en zegt: hé, ik had een kutdag op werk en tegen de muur aanslaat en misschien begint te huilen. Of mijn schatje die mij belt: ja, ik heb je hele week al niet gezien. Terwijl ik je al heb gezegd. Die is vers, die heeft met je gedaan. Ja, man, ik dacht eens, snoek maar op. Nu moet ik je dumpen. Ja. Ja. Ghosten. Nee, maar er is een verschil. Ja. En ik vind wel dat een man kwetsbaar moet kunnen zijn. Maar er is een verschil. Ik vind het wel een verschil als een man kwetsbaar is. Of als een man. Ik was kwetsbaar of kwetsend, maar dat is een beetje te overdreven. Maar als een man. Nou ja, nee. Dat vervolg wat ik net noemde. Ik zit zo te scannen van. Ja, maar is dat niet ook kwetsbaar? Nogmaals, safe space, hè? Ja, nee, maar ik, terwijl ik praat, zie ik beelden voor me. En tegelijkertijd stel ik mezelf de vraag. Dus ik stel mezelf dus nu de vraag in mijn hoofd, terwijl ik een zin probeer te formuleren. Zijn we er? Bijna. maar is dat niet ook kwetsbaar? Of waarom valt dat voor mij onder onzeker? Is dat niet ook een vorm van kwetsbaar? Je hebt mijn vraag gewoon veranderd in een vraag. I love it. Nou. Want dat betekent dat we er niet uit zijn. En daar zijn de comments voor, hè? Als jij hier ideeën over hebt. Maar wat vind jij? Want oké, die guy, laten we even eerlijk zijn. Ja. Dat specifieke voorbeeld wat ik noemde. Was dat kwetsbaar of was dat onzeker? Die kill die belt van. Nee. Terwijl ik je al de week van tevoren heb gezegd van, hey, schat. Nee, je hebt ook nog uitgelegd. Ja, je hebt nog. En als ik het goed begrijp, was dat nog. Jullie zijn nog niet daar waarbij dat nodig is. Nee, dat is gewoon een karakterding. Dus die gaan mij toch stresseren als ik langer met je ga. Want hij is dan een kill, maar al was het een vrouw. Een vrouw die, hey, schat, je mag geen tijd voor me. Is ook hinderlijk. Is niet tof. Relax. Zeg maar. Ja. Nee, dat is gewoon. Dus je mag je zeker kwetsbaar opstellen. Dat is onzeker. Nee, want weet je het ding? Op het moment dat iemand gebeld had gezegd: zo, ik denk aan je, man. Shit, man. Ja, dat is hem, hè? Oh, dat is eigenlijk. Hey. Ja. Dan had ik gezegd: nou, opeens vind je een gaatje. Ja, schatje, ik mis je ook. Ik denk aan je, schatje. Kijken jullie samen TV? In deze scène had ik moeten zitten, maar ik kwam naar jou, hè? Maar dan heb je. Is een andere bron. Ja, andere benadering ook. Andere benadering. Ja. Maar in principe, als je om het hoofd bij een benadering nee, komt. Nee, dat is hem niet. Is gewoon niet flex. Okay. Snap je? Ja. Dus als mijn mannetje thuis komt, daar waren we gebleven.
En hij heeft het zwaar gehad op zijn werk. Ja. En hij komt thuis en hij is vroest. Ik check hem, schatje. Okay, wil je praten of wil je even dat ik je laat? Ja. Schatje? Hey, als je echt zo bent, is goed hoor. Nee, maar ik zeg niet dat je liegt, maar ik bedoel... Nee, dit is maar luister, geloof me. Je kan me mijn mensen vragen. Maar daarom... Mijn mensen? Ja, mijn mensen. Ja, toch geloof ik je, hè? Nee, ik geloof je. Nee, I love maar, it. Okay. Nee, maar ik heb dat is iets heel grappigs. Ik ben actrice, maar niet in mijn dagelijks leven. Nee. Je ziet gelijk... De reden dat ik actrice ben, is omdat je... Mijn gezicht spreekt. Precies. Dus mijn mensen denken... Nee, ik zou daar doorheen kunnen kijken, hoor. Als ik met de actrice zou gaan, dan kijk je doorheen. Ja, sterker nog, ik heb zoveel verschillende stemmetjes gedaan. Je merkt het wel wanneer ik in mijn acteermodus zit. Ik wil jou een vraag stellen. Mag, dat is je hele tijd al. Hoe ziet de man eruit die je lust? Lust. Hoe ziet de man eruit die jij lust? En je krijgt nu al een beeld voor je, dus deel dat alsjeblieft. Okay, geen politieke correcte shit. Hoe ziet hij eruit? Ja, dan wel gewoon een grote guy. En niet groot als in, weet toch, gewoon... Dat niet. Nee. Ik vind dat... Ja, hij mag zelfs een beetje big boy zijn. Een beetje de kleine Tolly is prima. Of dat nou ook weer niet. Nou, over de gaan we te ver. Ja, sorry. Daar breek je hard. Dat was niet mijn bedoeling. Sorry. Maar een groot gebouwde keel. Gewoon een groot gebouwde keel. Ja. Gewoon energy. Gewoon like... Het is gewoon energy. Het is gewoon... Dus en groot, maar ook groot qua energy dat je zegt van, nou veel joh. Ja, gewoon, niet zo, als je de deur open moet, dat je zo... Wow. Dat iedereen zo... Wow. Komt die man binnenlopen. Ja. Kijk die man van iemand. En, Was dat genoeg? Ja, nee, dan is dat het. Nee, maar dat. Black, brown, yellow, of maakt dat niet uit? Als ik echt mag kiezen, ja, dan black. Dan ga je voor black. Ja. Zo'n grote, stevige black man met big energy. Ja, maar meestal als blakke mans komen, komen ze sowieso met big boy energy. Dus represent. Oké, is het beautiful. Oké, dat is de man die je lust. Hoe ziet de man eruit die je nodig hebt? Dat is meer innerlijk. Ja, daar heb ik het ook over. Dat is meer innerlijk, maar... Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet super snel kunnen gaan met een dunne guy. Als een guy te dun is, dat vind ik gewoon niet zo heel fijn. Want ik ben zelf een stevige vrouw. En ik heb ook een Surinaamse bel. Dus ik vind het wel prettig dat iemand niet... Dus dat is het niet gedeelte. Het wel gedeelte, een guy die ik nodig heb. Ik denk een guy die rustig is. Ik denk niet dat hij per se heel wild moet zijn of zo. Een rustige man. Bedoel je kalm of rustig echt? Kalm, denk ik. Kalm, hè? Ja, wat ik vind... Dus hoor jij, maar je rest, baby, check. Dat. Ja, hij moet wel... Maar ook over, hij heeft gewoon overzicht en... Juist, dat toch? En, kalm en, overzicht. Ja, en hij is een... He's grounded. En... Dan is kalm toch het woord. Kalm, ja. En hij, weet je... Hij is niet snel op zijn pik getrapt of iets... Weet toch, je zegt iets en als het ervoor is, ik zeg maar wat, je zegt van ja, schatje, maar dit is. Babe, dit. Mm-hmm. Oh ja, maar niet. Weet toch dat het dan ineens een trobby is of gewoon dat je met elkaar kan praten. Maar hij is al die dingen, maar hij is mangri, hij is mager. Ben je bereid te overwegen? Dat zijn nee, hè? Niet echt. Ik weet het niet. Okay. Weet je waar ik heel bang voor ben? Ik ben heel erg... Dat je hem breekt? Nee, ik ben heel erg... Safe space. Ja, I know. Maar ik... Waar ben je bang voor? Ik ben bang dat ik echt vreemd zou gaan als ik gewoon iemand niet zo aantrekkelijk vind. Dat is eerlijk. Ik begrijp die ook wel. Snap je? Ik wil. Kijk, als stel je voor dat je zegt samen, oké, we hebben een open relatie of we. Als dat een afspraak is, als jullie tot een. Maar als we zeggen van. Hey, maar dat is een goeie wat je zegt, want misschien moet ik het niet zeggen, maar ik heb dat ook in een voorbeeld waar ik zeg van, gewoon om eerlijk te zijn, beter ga ik niet met zo'n persoon, want ik ga altijd hunkeren naar dit en ga dan vreemd gaan. You know? En ik... En dat is niet oppervlakkig, want ik ben ver van oppervlakkig, maar gewoon real, gewoon van... Want als ik in een relatie zit, ben ik monogaam. Ja. Maar dat moet wel goed zitten, wil ik... Snap je wat ik bedoel? En het ding is, wat je soms ziet bij zowel mannen als vrouwen,
wanneer het dan heet wordt, dat ineens ga je denken, hé, luister, je bent al niet zo lekker. Dan komt dat naar boven. Dat is zo fout. Maar het is gewoon eerlijk. We hebben allemaal een beetje. Ik denk van, hé, luister, je bent niet knap genoeg om te eten. Ik tolereer je al, dan kom je met deze bullshit. Ik kom met deze bullshit op. Hé, maar het is fout, maar jullie zijn zo, hè. Oh, mijn god. Maar mannen ook. In een ruzie. Nee, maar nee. Ja, die mannen die jij... Nee, maar gewoon guys. Ik ben al mager dan. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dat je denkt dat je... Als ik denk dat als je... Nee, maar als arme, hoe heet die? Okay. Nee, maar het is meer van... Als je diep van binnen weet... Dat je eigenlijk niet helemaal door die persoon aangetrokken bent... Mm-hmm. Of dat moet echt je plan zijn. Maar dan ben je echt op die toxische shit van... Hey, je weet toch, fuck it, ga gewoon voor die money of zo. Of ik ga voor dit. Dan is het de andere trein. Ik bedoel, ik ken ook zulke meiden die gewoon zo van... Ja, ik heb geen zin om mijn hart echt aan iemand te geven... In de fase waar ik nu ben van mijn leven... wil ik niet met een guy waar ik echt op zou vallen. Ik heb ook wel eens met guys gedate... waar ik in mijn achterhoofd wist... wat doe je? Maar omdat ik dan inderdaad de veiligheid voor mezelf wilde creëren... van, ik weet dat ik ga never mijn hart aan jou verliezen. Mm-hmm. Dus ik blijf in controle. Oh, wauw. Ja. Gun jezelf meer, man. Ja, gun jezelf meer. Maar op take dat moment... Take a risk. Ja, maar ja, die risk. Ja, die risk. Snap je? Maar dat is die theorie van ja. Je zegt niets en toch snap ik je. Ja, die risk. En ik snap je absoluut, by the way. You know, maar dat is de grap. Als je heel eerlijk, als je een beetje om je heen kijkt, gewoon ook op straat. Veel mensen hebben niet die risk gepakt, hoor. Je ziet het, hè? Dat judgmental zit nog in je. Jij kijkt naar mensen en je zegt, you didn't take a risk. Nee, maar snap je? Dat is gewoon zo. Dat je gewoon ziet dat heel veel mensen soms keuzes hebben gemaakt. Ja. Toen ze misschien jonger waren of toen ze zichzelf nog niet echt kenden. En dat ze... Maar, aan de kant van de medaille. Die deden dat dus toen ze jonger waren en niet. Want dat is wat je wil zeggen. Maar jij bent dus ouder. En heb dus altijd volgens jou gezegd. Nou, ik neem wel. Maar ondertussen begint nu wel van. Hé, ik heb nu wel behoefte aan. Ja, natuurlijk heb ik. Ik heb nee. Ja, het komt gewoon niet echt mijn bek uit. Ik heb die behoefte. We hebben het al gezien. Nee, weet ik. Maar ik probeerde net zo van, ja, nee. Maar toen dacht ik, lukt, nee. Je kan het nog niet uitspreken, dat is wat anders. Ja, maar de behoefte is er. Nee, maar er zit echt wel een zaadje in. Er zit wel een zaadje, pun intended. Ja. Zaadje in mij dat denkt van, oké. Weet je, ik werk elke dag aan mijn overtuigingen. Mm-hmm. Weer ook te kijken. Weet je, ook soms als je heel lang niet zeg maar, in een vaste relatie bent geweest... is er op een gegeven moment ook een punt dat je denkt... Kan ik het wel in een vaste relatie zijn? Ben ik in staat om dit toch mijn leven met iemand te delen... en rekening te houden met iemand? En dan wordt het eng opeens, hè? Dat is super eng en kwetsbaar. Maar ik denk, dus daarom moest ik even nadenken... maar ik denk dat ik diep van binnen dat wel wil. En ik hoop ook dat het op mijn pad komt. Maar ik sta nu meer zo van... Weet je, ik sta er voor open en ik zie wel. Ik ben niet echt zeg maar super op zoek of zo. Maar I get you. Wat voor wifey zou jij zijn dan? Ja, ik ben wel echt een spoiler, man. Je spoilt? Ja. En niet zozeer, niet met geld en dat soort dingen. Ik ga niet de hele dag geld op je lopen gooien, dat soort dingen. Maar ik kook voor je. En ik weet toch, ik probeer te kijken van, oké, wat raakt je, wat vind je fijn? Probeer ik wel zowel emotioneel als fysiek. Oké. Okay. Goeie dingen. Ja, maar ik vind, weet je, het is ik vind het leuk als mijn mannetje trots op me is. Mm-hmm. Ik vind het leuk als, weet toch, als hij met me loopt en zijn matties klaar van, ja, die vriend, Norman. Zo'n kerel die schaamteloos de hele dag over zijn vriendin praat. You know what I mean? Het is niet eens nodig. Mijn vriendin. Mijn vriendin. Hey. Mimang, zie ik je morgen? Want mijn vriendin. Ja, jij hebt een vriendin. We know. Weet je dat? Shut up. Nee, maar ik vind het lekker om een mannetje te spoilen. Of lekker voor je koken of zo. Of gewoon... Lekker praten, leuk. Gewoon knuffelen en gewoon... Dan moet je bij je lef tonen om dat te creëren. Ja, jawel. Ja. I'm just saying. Misschien kunnen we niet een Gilly's Love dating show organiseren... waarbij zeg maar vrouwen tussen de 30 en 40 en mannen tussen de 30 en 40... want die leeftijdscategorie is ook fucked up. Want de helft zit nu in een relatie. Of zogenaamd zijn ze net uit de relatie, maar ze zitten... Dit is ook een fucked up. Maar jij hebt dan ook nog dat carrière ding wat ertussen zit...
Ja. Dus weet je, dat je zegt van... Moraal van het verhaal wat ze zeggen is DM haar. DM vrij. Maar nee, maar is een goed idee. Nemen, is een goed idee. Ja, maar laten we kijken. Ik ga een beetje budget creëren en is een goeie. Is een goeie, want ik heb dat altijd stiekem in mijn achterhoofd gehad. Ik vertel je wel of er. Want ik meen dit. Ja, maar dat is een goeie. Ik ben het ook. Oké, vandaag de dag. Ima, niet toen je tiener was, niet toen je vandaag de dag. Wat voor cijfer zou je zelf geven als bedpartner? Vandaag de dag. Nou ja, een 8. Een 8? Ja. Bescheiden. Niet scholen, bescheiden is een heel goed cijfer, een 8. Maar het ding is, en dit is een belangrijke, gewoon een algemeen ding. Wat ik heb gemerkt, dat is dus naast dat we 20 minuten opbouwtijd nodig hebben, je hebt als vrouw heb je gewoon emotionele vertrouwen nodig. Ja. Het moment, soms zeggen... Oh ja, daar wilde ik nog op reageren. Je zei van ja, maar soms ook van die meiden die gewoon stil liggen. No offense, maar mannen en vrouwen is gewoon steeds is het die dynamiek die je samen creëert. En als een vrouw het gevoel heeft van luister, je mag bij mij alles zijn. Ja. Kom maar, niks is te gek, niks is te vreemd. Want wij vrouwen hebben heel vaak sletvrees, hè? Bijvoorbeeld zo'n sletvrees. Ik heb de laatste 2 jaar heb ik daar ook aan gewerkt. Ik denk, geen sletvrees meer. Juist. Als ik me wil geven... Ik check jou en als ik jou scan dan doe ik het gewoon. Ga ik niet meer denken. Ja, maar eigenlijk heb ik in de kerk geleerd dat ik voor het huwelijk nog niet. Al die dingen heb ik losgelaten. Al die overtuiging heb ik losgelaten van nee. Put a pussy to work. Juist. En hoeft niet put de hele dag. Put the pussy to work. Deze ga ik knippen. Herhalen. Put the pussy to work. Nee, maar het is een belangrijke message. Ja, maar en ook. Hetzelfde geldt ook van die keel. Je moet het samen doen, dat is je waar. Je moet het samen doen. En wat ik... Samen die lekkere chemie ook in bed creëren. Creëren. En het zit hem vooral in voor een vrouw. Ja. Eigenlijk neuk je een vrouw hier. Ja. Een vrouw neuk je hier. Mm-hmm. Het is niet hier en hier. En al die, al die trucjes ook. Of soms gaan mannen en gaan ze niet zo... Als ze niet opgewarmd is, kan je die truc gaan doen wat je op porno hebt gezien. Het werkt wel. Als je er hier aan hebt geraakt, dan werkt zelf dat. Dan werkt zelf dat. Dus het is hier. En het is dus hier haar het gevoel geven, of in ieder geval de moeite doen om haar te laten weten. Mm-hmm. I do not judge you. Yeah. Ik vind je niet vies. Ik vind je lekker. Ik vind alles aan je lekker. Yeah. Dat is misschien de reden dat die guys, waar je net zei van ja... Zo'n guy met 5 kinderen, 6 kinderen. Het zijn vieze guys, hè? Het zijn vieze guys. Kind nummer 6. Snap je? Het zijn vieze guys. They don't... Ze weten wat ze hebben. Maar vieze guys, die zijn... Want hij is werkeloos natuurlijk, dus heeft genoeg tijd om energie daarin te steken. Je wordt een specialist. Heerlijk. Nee, die is zomaar op alle met 5 kinderen. Ik heb homies met 5 kinderen. Ja, maar het zijn vaak... zijn wel vaak soort van die vieze guys die wel zo'n vrouw het gevoel kunnen geven. Ja. Luister dan, maakt me niet uit wat jij doet. Ja. Je mag er allemaal zijn. Mm-hmm. Of je nou scoort, of je niet scoort. Ja. Weet je, ja, je kleine tietjes, je grote tietjes, ze vinden alles lekker. En soms is zo'n smerige guy die alles lekker vindt en gewoon een beetje viezig is. Ja. Die zijn kan nodig, wel. Hè? Nee, maar die kan jou ook de gedachte geven van oh ja, als dit de standaard is, ja, dan maak... Juist. Dan is bijna een soort van als weer standaard omlaag gaat. Maar daardoor hoef je niet bezig te zijn met... Oh, is mijn vetje raar. Oh, is mijn billen raar. Oh, ruik mijn poenie. Want nu jij het daarover hebt... Dat is vooral een dingetje bij vrouwen. Vooral bij de eerste keer seks. Hè? De eerste keer seks hebben. Dan ga je naar al die dingen kijken. Zit ik goed? Al dat soort gekke dingen. Dus het is, de uitdaging is om een vrouw te krijgen... waarbij ze zich helemaal laat gaan. En zoals jij zegt, dat gebeurt hier. Ja. En dat is zeg maar waarom ik heel vaak vrouwen toch voor een player of voor die toxische guys vallen. Waarom? Ze snappen die game hier. Ja. Ze snappen dat ze je verleiden. Ze komen dichtbij je. Ze zeggen, nee, ik ga je niet kussen. En dan gaan ze weg. En dan denk je vrouw, oh my god, ik verlang naar jou. Ja. We hebben gewoon wat meer tijd nodig. Ja. En dat is als je... Less is more. Dat is nog even voor de mannen. Less is more. Less is more. En met less is more bedoel ik, als je geil bent... Er was een ex van mij die zei, never waste a hard on. Ik vond het zo'n walgelijke uitspraak. En we kregen er ook altijd een soort van woordenwisseling over. Ja. Dat ik zei, ja, never waste a hard on. Maar als jij hard bent en je wil hem gelijk erin proppen, is het niet spang voor mij. Sterker nog, you waste a hard on. Ja, you know what I mean. Flip it on him. Zie, ik denk met je mee, hè? You know what I mean. You waste a hard on. Bouw het op, streel een beetje. Erin, er weer weg, erin, er weg. Laat het wakker worden. En dan daarna kunnen jullie get busy. En
Je gaat vuurwerk krijgen. Is het in elke vrouw? You know your stuff. Ik lees veel. Ja, maar, oh, je leest veel. Oké. Okay. Maar in praktijk? Ja, ik lees maar veel. Je leest nee, veel. Nee, nee, nee. Dus, okay. Ik ben nu een boek aan het lezen. Mannen van Mars, Vrouw van Venus, seksualiteit. Dus dat is van die schrijver. Ook over gehoord, ja. Ik heb er 3 thuis van Mannen van Mars, Vrouw van Venus. En dan heb je 1 over seksualiteit, 1 over dieet. En dan legt hij uit hoe eten invloed heeft op mannen en vrouwen. En op de balans in de hersenen. Maar Mannen van Mars, Vrouw van Venus, seksualiteit. Of seksualiteit in de kamer of zoiets heet het boek. Wauw. Ik snap niet dat we dit niet op school krijgen. Oh, dit is echt iets wat alle stelletjes zouden moeten lezen. Want er zijn zoveel ruzies en gezeik in relaties omdat we gewoon elkaar niet begrijpen. Mm-hmm. Een vrouw denkt als een vrouw en ze denkt, ja, maar waarom doe je niet gewoon dit? Een man denkt als een man denkt, waarom doe je niet gewoon dit? Mm-hmm. En het ding is, ik moet accepteren dat jij een man bent. En jij moet accepteren dat ik een vrouw ben. En ik moet accepteren dat ik een vrouw ben. En die man moet accepteren dat hij een man is. Dus we hoeven niet op elkaar te lijken. Mm-hmm. We zijn niet tegenpolen. Ik heb dan even verstand over heteroseksuele relaties. Mm-hmm. Dus niet dat mensen zich buitengesloten voelen. Maar ik, dat is waar ik verstand van heb. Maar die polariteit, die tegenpolen. Ja. En dat je van elkaar kan leren. Mm-hmm. Dat je van elkaar kan leren. Maar ook begrijp dat je echt 2 verschillende wezens bent. Ja, ik heb eerder gehoord over dit boek trouwens. Vooral hoe je het uitlegt, ja. Het is geweldig. En elke keer als je meer... Dus ja, tuurlijk, je test ook dingen in de praktijk uit. Ja. Of je probeert ook dingen in de praktijk uit. Maar hoe meer je dit soort boeken ook leest... ook over de psychologie van de man, psychologie van de vrouw... en over relaties, hoe dat werkt. Ja, ik vind dat dope, man. Dus ook weer terug te koppelen naar je vraag van net... van wat voor vrouw zou je zijn... Een vrouw uit het boekje. Een vrouw uit dat boekje. Uit het boekje. Okay, nou, ga het lezen als je wil, hè? Want ze houdt van dat minding, toch? Wil je haar? We kunnen de DM'en. Je kan dat boek gaan lezen en dan weet je hoe je Emma kan vangen. Van dat boek, betere andere boek representen. En dat is jouw boek. Want we hebben uitgebreid gesproken over hoe jij... zelfliefde, hè? Zelfliefde. En in jouw boek kan je precies zien wat je hebt meegemaakt. Ja. Hoe je dat hebt verwerkt. Ja. Mijn vechtershart. Ja, helemaal perfect. Ik moet hem nog lezen hoor. Maar ik heb er wel over gelezen. Ja. Wat je daar allemaal zag. En dat was eigenlijk dit verhaal. Alleen hier ben je echt, en ik ben daar dankbaar voor. Je bent echt gefocust op zelfliefde. En dat zie je ook. En ik denk, mensen die een oordeel over jou hadden. En het is goed dat je inmiddels bent van, maakt niet uit wie wel of geen oordeel heeft. Mm. Maar even, ik denk dat sommige mensen zullen denken van, oh, ik begrijp er een beetje inderdaad. Ik denk veel te makkelijk over die shit. Je moet ook jezelf in andermans schoenen kunnen plaatsen, denk ik. Ja, en everybody's entitled to their opinion. Dat sowieso. Dus het is, ik denk dat inspiratie niet alleen maar zit in perfect. Mm-mm. Ik denk dat inspiratie ook zit in vallen. Ja. En get back on your feet. En fouten maken, je fouten toegeven en weer kunnen herstellen. Shit breken en shit weer kunnen opbouwen. Even voor de duidelijkheid. Laat je 1 ding laten weten. Van de community als mij, zul je nooit laten vallen. Al klagen we soms en dat soort dingen. We always have your back, want we zijn wel degelijk trots op je. En dat heb dus ik, dat je dat weet. Dat heb ik echt wel gemerkt. Ik soms voelde ik me gewoon zelfs schuldig hoeveel lobby ik kreeg. En hoeveel chance ik kreeg van Gangsta Boys. Ook nog daarnaast. En daar komt dit ook nog bij. Dan ik dacht, oké. Ja, je weet toch. Als je keer uit. Ja, dat big boy. Oh, oké. Nee, is een maar even gewoon, dat is grapje. Ja. Nee, maar ik heb wel veel support gevoeld van de community. Meer dan ooit van tevoren. Okay. En daar ben ik wel heel dankbaar voor dat mensen zoiets van, hey man. En dat verdien je ook, want vandaag heb je duidelijk, want ik wist dat niet, je hebt het ook constant benoemd, dat jij altijd vertrok voor de community vanaf kleins af aan. Een beetje ook als vuur van, ik ga jullie laten zien. Maar altijd, hey, ik sta hier als vertegenwoordiging van. Dat heeft soms als druk aangevoeld. Het heeft soms tegengewerkt, meegewerkt. Nogmaals, we zijn trots op je. Know that. Ik in ieder geval. Heren, en ik ben ook trots dat je hier bent geweest. Dankjewel. Wat moet ik in de gaten houden van jou? Wat kunnen we verwachten? Wat mag je delen? Ik ben nu ook bij Adem in, Adem uit ben ik te zien. Ik begin zaterdag weer met een nieuwe serie opnemen met... Ik kan er niet veel over zeggen, maar met 2 van de meest besproken vrouwen van Nederland. Okay. En als 3 in de hoofdrol. Shit wordt bazig. Doop. Het wordt vervelend. Het wordt moeilijk. Het wordt echt keihard. Dope. Ik zit nog wat series die ik het jaar heb gedraaid. Die uit gaan komen. Films die uit gaan komen. Mm-hmm. Ik ben echt heel dankbaar voor al het werk wat ik heb mogen doen. Ik werk achter de schermen mee met Loverboy. Ik weet niet of je die serie kent. Komt op YouTube.
Nog niet. Dus mee als acting coach. Laat me eens ook daarnaar kijken. Ik ben ook steeds meer bezig met achter de schermen. Ik wil meer gaan ontwikkelen. Ik wil meer eigenaarschap. Ik wil meer. Ja. Zodat je misschien als mensen me willen DM'en, laat ze me ook DM'en. Als ze schrijver zijn of iets. Ik zeg niet dat we gelijk de volgende dag iets gaan doen. Maar ik denk dat het goed is om naar een andere positie te verschuiven. Waarin je ook meer eigenaarschap hebt en meer makerschap. Want ik snap de vraag van mensen. Ik snap van mensen dat ook nog steeds nu van... fuck met alleen met de mensen. En waarom doen we niet ons eigen ding? En tegelijkertijd, waarom doen we niet ons eigen ding? Omdat we ons eigen ding niet doen. Ja, oké, goeie. En dat is gewoon letterlijk. Ja, ja. We doen ons eigen ding niet, omdat we ons eigen ding niet doen. Goeie. We moeten naar het eigenaarschap. Dus dat. Ik vond het dope. Je geeft aan DM'en als je een maker bent of dat soort dingen. DM'en om zelf te maken. Doe het dan ook. Of als je een grote rekkelijkheid bent. Met z'n af. En Mangeri Kills. Wat was het nou? Goede manier wat je allemaal omschreef, considering en al dat soort dingen. Probeer gewoon, whatever. En terwijl je dan toch op het internet bezig bent, support deze show ook. Abonneer je op Gilly's Loveline op YouTube. Volg mij op Instagram, @GillyRutu. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah.